Zo. Nou, daar gaat hij dan. Ik verzoek de gevierde getuigen binnen te leiden. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen, zeg ik dan altijd. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Noorder. Meneer Noorder, welkom bij onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij onderzoeken het hele stelsel, opzet en werking van woningcoöperaties. Daar vielen ook incidenten voor. Die onderzoeken wij, hoe die nou wel of niet in dat stelsel horen. En wij willen weten wat er gebeurde, hoe dat allemaal kon gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk zijn. En vandaag is de laatste dag van openbare verhoren. Wij doen aan reflectie, de impact van de incidenten op het stelsel. En de lokale ervaringen horen daar natuurlijk ook bij. Dus in dat verband, meneer Noorder, bent u opgeroepen als getuige. Dit verhoor zal plaatsvinden onder ede. U koos ervoor om de eed af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even zou willen gaan staan. En mij nou doet met de vingers van de rechterhand. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. U staat onder ede. Neemt u plaats. De microfoon staat aan, die kan aanblijven de hele tijd. We gaan beginnen met het openbaar verhoor. Er zijn een paar leden van onze commissie die hebben vragen aan u, meneer Noorder. En daarom geef ik graag het woord aan mijn collega Oskam. Goedemorgen, meneer Noorder. Fijn dat u er bent. U zult zich best hebben afgevraagd waarom ik. En dat hebben wij gedaan omdat u wethouder in Den Haag bent geweest op het gebied van stadsontwikkeling, volkshuisvesting en integratie. En u heeft ook van nabij het debacle met Vestia meegemaakt. En verder was u vicevoorzitter van de VNG-commissie over ruimte en wonen namens de vier grote steden. Dus u weet ook wat er in de andere grote steden grosso modo is gebeurd. We hebben een aantal vragen over de relatie. Want u bent eigenlijk vooralsnog de enige wethouder die wij spreken. We hebben ook Staf de Pla gesproken, maar die zat hier meer als oud Kamerlid. Maar wij willen natuurlijk graag weten hoe dat zit, de relatie tussen die gemeente en de woningcorporaties, de prestatieafspraken. En we gaan natuurlijk ook inzoomen op de problematiek bij Vestia. En verder zullen we ook aan de orde laten komen de achtervangpositie van de gemeente, omdat de gemeente daar natuurlijk wel enig risico loopt. We beginnen eigenlijk met de afstemming tussen de gemeente en de woningcorporatie, de prestatieafspraken. Er is afstemming op lokaal niveau. Dat is nodig om die volkshuisvestingopgave te realiseren. En dat is eigenlijk wel de laatste jaren van groot belang geweest. Er is heel veel discussie over geweest of dat nou goed loopt. Wat wij mee hebben gekregen uit diverse onderzoeken is dat het in grote gemeentes vaak goed loopt. Nou, Den Haag kunnen wij dan wel meegeven, dat vinden wij ook wel een grote gemeente. Maar landelijk is het toch ook wel soms lastig om tot goede afspraken te komen. In ieder geval om tot goede resultaten te komen. Wat wij graag van u willen weten is, want u heeft ook een visie daarop, wat naar uw idee de gewenste taken en maatschappelijke opdracht voor de corporaties zijn op lokaal niveau. Ja, ik hoop dat ik met de vragen en antwoorden die u stelt inderdaad een bijdrage kan leveren aan uw onderzoek. En we verwachten daar veel van. Ja,
Ik doe mijn best. Nou, wat het, de situatie was en langzaamaan aan wordt, misschien kan ik daar van allebei iets zeggen. Wat het was, is dat een corporatie in feite in de kwetsbare wijken, met name in de wijken waar de goedkopere woningen staan, flatgebouwen, et cetera, behalve een huisvestelijke taak, dus wonen, woningen hebben en die exporteren, ook in het algemeen zaken daaromheen organiseert en tot verantwoordelijkheid ziet. Bijvoorbeeld leefbaarheid. Een makkelijk voorbeeld daarvan is een huismeester aanstellen, zodat het om de flat en in de flat een beetje netjes blijft. Maar dat kan ook verder gaan in bijvoorbeeld het herinrichten van een speelterreintje, die soms van de, bij de flat hoort, zeg maar, van de corporaties en soms niet. En in het verleden ging dat best ver. Dat was ook in feite hoe daar nationaal tegen aangekeken werd. Corporatie als motor van herstructurering, van stedelijke vernieuwing. En dat kon zo ver gaan dat bijvoorbeeld ook afspraken werden gemaakt over het bouwen van een nieuwe school. Waarbij je misschien ook wel zou kunnen zeggen, goh, is dat niet iets wat gewoon met overheidsmiddelen betaald zou moeten worden? Ja. Maar het bouwen van een brede buurtschool en het daarvan exporteren, dat hoorde regelmatig bij de afspraken. Dus kortom, een brede opgave van wat de maatschappelijke, brede opvatting van de maatschappelijke opgave zou zijn van een corporatie. En daar is ook heel veel mee bereikt. Laat dat ook helder zijn. Daar zijn heel veel goede zaken mee bereikt. Ik denk dat de herstructurering in bijvoorbeeld een wijk als Transvaal, zonder een krachtige corporatie als bijvoorbeeld Stadion, op dit gebied nooit zo was gebeurd en zo goed was gedaan als dat hier nu is gedaan. Dus er zijn vele dingen bereikt. Maar nou, ik zei al, het is een beetje van toen en van nu. Je kunt je ook wel afvragen, ook met kredietcrisissen en risico's en alles wat erbij zit, of dat anno nu, die hele brede opgave, of dat zo nog de kerntaken beschrijft. Ik zelf ben daar ook wel wat in gaan schuiven, zeg ik eerlijk. Hè. In het verleden maakte ik met plezier afspraken over een brede buurtschool. Tegenwoordig zou ik dat niet snel meer doen, dan zou je toch zeggen, ja, dat moet met andere middelen. Ja. Maar dat betekent niet dat de corporatie alleen maar een verhuurmachine is van woningen voor arme mensen. Dat vind ik ook echt weer veel te smal. Het is een soort, wonen plus, om het zo samen te vatten. Het zit er een beetje tussenin. Het zit er een beetje tussenin en dan moet je heel goed over hebben wat wel en wat niet. Ja. Dat is in het verleden niet gebeurd. Eigenlijk was het hoe meer hoe beter, maar heel simpel te zeggen. Ja, dat is ook wel echt uit de klauwen gelopen her en der. Ja, want het leidde op een gegeven moment ook wel tot nevenactiviteiten. Daar komen we straks nog over te praten. We hebben heel veel nevenactiviteiten hier al besproken met de diverse getuigen. We gaan straks inzoomen op de Haagse situatie. Is weer nieuw. Ook voor de kijker is het weer leuk om te zien dat het ook in andere gemeentes zo speelt. Wat is er nou zo uniek en wat is er nou zo belangrijk aan die samenwerking tussen die corporaties en de gemeente? Kunt u ons eens meenemen? Omdat u zat bij die gesprekken met die corporaties. Hoe maak je elkaar sterker? Hoe kom je tot betere resultaten door goed samen te werken? Ja, corporatie, laat ik daar ook iets van zeggen. In het corporatiebestel zoals we dat in Nederland hebben, daar kunnen we natuurlijk met enquêtecommissies en allerlei kritische stukken ook in kranten heel veel vragen bij hebben. Maar de bottomline is wel dat we als een van de weinige landen in de wereld voor mensen met een laag inkomen hele goede kwalitatieve woningen hebben gebouwd de afgelopen 100 jaar. En dat is een soort verdienste die je ook moet onderstrepen, die niet van een politieke groepering is, maar die we als samenleving breed hebben gedaan. Onze mensen met kleine inkomens wonen in zichzelf vrij goed. En dat is een resultaat. Hè? Waar ik naar op zoek ben, is eigenlijk hoe is die chemie nu tussen die corporaties en die gemeente? Hoe kom je nou tot een goed samenwerkingsverband? Ja, ik bouw me in die zin een beetje op. Gebaseerd daarop hebben corporaties bezit en voelen verantwoordelijkheid ook voor hun omgeving. Dat is altijd wel zo geweest. Ja. Het houdt nooit op bij de voordeur. Ze hebben altijd wel iets van, onze huurder is meer dan alleen een huurder. Het is ook een mens die goed moet kunnen leven in zijn woonomgeving. En die manier van werken is een grote verdienste waar je dus als gemeente en corporaties samen gebruik van kunt maken. Zij hebben bezit. Ze hebben dus ook een belang bij dat hun bezit voor de lange termijn waardevast blijft. Dat het niet verpaupert en wegrommelt. Dus met een soort goed huismeesterschap, wat dan breed wordt ingevuld, hebben zij ook een inherente prikkel om het goede te doen.
Als gemeente heb je het belang bij dat een wijk de goede kant op gaat. Ja. Ja, dan heb je dus in feite een snel gedeeld belang. Zij hebben in principe meer investeringskapitaal door dat bezit en doordat je met exploitatie weer een kaststroom terugkrijgt. Ja, als je als gemeente daar wat incidentele investeringen bij doet, dan kun je elkaar vaak goed vinden met echt hele goede resultaten. En dan mogen we als Nederland breed en Den Haag ook echt trots op zijn, ondanks alle slechte, negatieve dingen die ook zijn gebeurd. Ja, maar er is ook een hoop goeds bereikt. Ja. Daar waar het gaat om bezit en waar het gaat om geld en waar het gaat om belangrijke beslissingen, daar heb je toch sprake van machtsverhoudingen. Hoe zou u die machtsverhoudingen tussen de gemeente en de corporaties omschrijven? En ik geef me als voorbeeld Deventer. Daar hadden we Rentree. En Rentree die zei, ik zeg het even met mijn eigen woorden, misschien wat gechargeerd, maar wie betaalt die bepaalt. Want zij namen de regie over van de gemeente. Hoe ging dat in Den Haag? Nou, het was niet zo dat de corporatie de regie overnamen. Het is wel zo, en dat vind ik zelf een kwetsbaarheid van de afgelopen jaren, dat je te veel zeg maar, partners bent op hetzelfde niveau. Een gemeente moet onderhandelen met de corporatie. De corporatie moet onderhandelen met de gemeente. Het is niet zo dat de woonvisie, zoals je die als gemeente hebt, een kader vormt voor de corporatie. Dus het is niet zo dat als bijvoorbeeld de gemeente zegt van er moeten meer seniorenwoningen komen, of een bepaalde groep van dementiepatiënten moet beter gehuisvest worden. En dat gaan we de komende 4 jaar doen. En dat kan de gemeente in de beleidsnota opschrijven. Ze kunnen het vaststellen in de gemeenteraad. Als de corporatie niet wil, gebeurt het niet. Nee. En dat is in mijn beleving iets wat uiteindelijk niet goed is. Het openbaar bestuur, want nationaal niveau, het is niet zo dat in de Kamer gaat besloten worden over een complex ergens in een gemeente in Nederland. Dat zou dus op gemeentelijk niveau moeten kunnen, dat het openbaar bestuur sturing en richting geeft aan de volkshuisvestelijke taak van een corporatie. Dat zit gelukkig in de nieuwe wetsvoorstellen wel opgenomen. Daar hebben we ook hard voor gepleit vanuit VNG, G4. Ja. In mijn beleving nog te weinig hard, te weinig kaderstellend. Maar dat zou wel heel goed zijn, dus in ieder geval een stap in de goede richting. Dat de corporatie ook moet doen wat de samenleving wil. Ja, nou hebben die kleine gemeentes hebben vaak maar één corporatie. U had met tenminste 6 corporaties te maken. Maakt het dan nog wat uit dat je dan je visie misschien wel kan spreiden of bij de ene corporatie wel gehoor vindt en bij de andere corporatie niet? Ja, zeker maakt dat uit. En wel de, nou ja, tenminste 6 en nog wat kleiner eromheen. En dan is het inderdaad zo dat je als met de één iets niet voor elkaar krijgt, je soms iets met de ander wel kunt doen. Ja. Maar daartegenover valt te zeggen dat corporaties ook heel vaak bezit hebben in een bepaald gebied. En als je met dat bepaalde gebied iets aan de hand is en je komt met die corporatie niet uit, dan heb je wel een fors probleem. Want dan kun je niet zeggen van ja, de woningen zijn van corporatie A. Weet je wat, we doen zaken met corporatie B, want die heeft daar niks. Nee. Dus die heeft daar geen enkele positie. En in die zin denk ik dat de grote gemeente heeft gewoon natuurlijk meer organiserend vermogen, et cetera. Ja. Laat ik zeggen, voor alle 100.000 plus gemeentes zit dat in het algemeen wel redelijk goed, denk ik. Met een beetje een VNG-pet op. En voor kleinere gemeentes zal dat heel erg van afhangen van ja, heb je die capaciteit toevallig in huis of niet om dat type afspraken te maken. Nou, zat u er breed in, hè? Want u heeft meerdere corporaties in Den Haag, maar u opereerde ook in de regio Haaglanden. Ja. Neemt u ons eens mee? Proberen corporaties gemeenten wel eens tegen elkaar uit te spelen? Zeker, ja. Ja? Ja. Kunt u daar voorbeelden van geven? Ik denk dat we in Haaglanden een voorbeeld hebben dat we het heel goed hebben geregeld met elkaar. En dat komt omdat we een intensief overleg hadden. De corporaties zelf hadden een organisatievorm op Haaglanden niveau. Voor de kijkers buiten Haaglanden. Haaglanden is zeg maar een gebied groot Den Haag, hè, met in totaal 9 gemeentes rond Den Haag. Ja. Als corporaties hadden ze een vrij innig samenwerkingsverband. Als gemeentes hebben we dat ook. En het is ons gelukt om steeds afspraken te maken over hoeveel procent sociale woningbouw wordt waar gebouwd. Ja. Maar ik weet van een collega uit Rotterdam, en dat is, ik durf het ook te zeggen omdat het publiek is. Ja. Dat er grote irritatie is geweest over het feit dat er te weinig sociale woningen in de omgeving werden gebouwd en te veel in de stad Rotterdam moest worden gerealiseerd. Dus kortom, het gaat niet altijd goed op bovenlokaal niveau. En op een heel aantal andere regio's weet ik dat er eigenlijk helemaal geen afspraken zijn gemaakt. Ja, want in een grote stad wil je natuurlijk ook een zekere balans hebben tussen sociale woningbouw en andere soorten woningbouw. Ja, en dat, en, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld mensen met asielzoekers die hier een status hebben verworven en mogen worden gehuisvest.
Natuurlijk moet je als stad Den Haag meer doen dan de gemeente Pijnakker. Ja, maar het is niet zo dat ze allemaal naar Den Haag moeten en niemand naar Pijnakker. Dus dat moet je een beetje eerlijk verdelen. Ja, als je daar afspraken over maakt en je daaraan houdt, dan kom je heel ver. Op zich gebeurt dat op diverse plekken in Nederland best aardig, maar lang niet overal succesvol. Okay. Wil u ook even de andere kant laten voorhouden? Zijn er ook bijvoorbeeld gemeentelijke overheden die sociale volkshuisvesting buiten de deur proberen te houden? Ja. Ja, ja? Ja. Kunt u daar voorbeelden van geven? Nou, op het moment dat er een college zit waarin het gevoel is van ja, we hebben genoeg sociale woningbouw, of waarom sociale woningbouw, we zijn van de markt en sociale woningbouw is niet ons ding. Dan wordt er relatief heel weinig sociale woningbouw gebouwd. En daar zijn inderdaad diverse voorbeelden van in Nederland. Hangt relatief en in de regio Haaglanden, kunt u daar? Ja, ook wel. Bijvoorbeeld de gemeente Westland is niet al te veel sociale woningbouw georganiseerd. Er moest wel altijd met veel aandrang en dan mondjesmaat en aan het einde. Wassenaar is ook niet de grootste bouwer van sociale woningbouw geweest. Dus zijn beste, en Midden-Delftland, zijn best gemeentes die daar aan de onderkant van die 30% zijn blijven bungelen. Ja. Maar overal hebben ze wel allemaal inzet getoond en zijn er afspraken gemaakt die ook relatief zijn nagekomen. Maar dat geldt dus niet voor alle gemeentes in Nederland, zeker niet. Okay. Gaan we terug naar Den Haag, want in 2009 had u gedoe met een aantal corporaties, hè? Ik noem ze even, Stedion, Vestia en Haag Wonen, over het bouwen van sociale huurwoningen onder subsidiegrens. Ja. Wat was dat voor een conflict? Nou, ik ben er toen mee in de openbaarheid getreden, ik meen met erin een NRC-artikel, omdat het steeds meer zo werd, en dat was niet alleen bij die drie die u noemt, maar dat was een beetje het gevoel bij corporaties van, ach, sociale woningbouw, ze gingen zich steeds meer profileren als een marktpartij. Waarbij het bouwen van marktwoningen eigenlijk de norm werd. En het bouwen van sociale woningen, iets wat eventueel ook extra gefinancierd zou moeten worden door de gemeente als het dan echt zo nodig moest. Ja. Dat was een beetje de omgekeerde wereld aan het worden. Dat strookte niet met uw visie? Zeker niet, nee. En ik ben toch altijd wel geweest van corporaties, begon ik ook mee in dit gesprek. Corporaties zijn ongelooflijk belangrijk voor Nederland en voor Den Haag. Maar blijf wel je core business doen. En dat bouwen van woningen voor mensen met minder geld, goede woningen, daar ging het wel over. Dat was het doel waarvoor je bent ontstaan 100 jaar geleden. Dus blijf daar een beetje bij. En marktwoningen om wat geld te verdienen, om sociale woningen te bouwen, allah. Maar het moet niet zo zijn dat het bouwen van sociale woning bijna een uitzondering werd. Nou, het was niet alleen de Haagse corporatie, maar dat gevoel dat was toch wel vrij breed in Nederland. Van jongens, hier komen wij aan. Ja. En dat is denk ik ook in die zin doorgeslagen beeld in Nederland geweest. Ik wilde toch nog even terug naar de machtsverhoudingen. Hebben we het net even over gehad. U stond bekend in Den Haag als een krachtige wethouder met visie. U wilde eigenlijk van alles. En die woningcorporaties hadden natuurlijk hun eigen visie, hun eigen belangen. Laten we nou eens even kijken de relatie tussen de gemeente Den Haag en Vestia. Want daar zaten ook een paar kopstukken, zal ik maar zeggen. Hoe ging dat? Kunt u ons eens beeldend maken hoe dat ging met die machtsverhoudingen tussen Vestia en de gemeente? Ja, ik denk dat Vestia wel, inderdaad wel een heel goed voorbeeld daarin is. Vestia is een corporatie die op zich bekend stond toen ik kwam in 2004 als een sterke corporatie. Een corporatie die veel voor elkaar krijgt en waar je goed afspraken mee kunt maken. Toen was de heer Staal, zwaaide daar de scepter en dat is al die tijd zo gebleven dat ik wethouder was tot uiteraard zijn aftreden. Ja. Maar Vestia was, stond bekend als een corporatie die op heel veel punten het heel goed deed. Waar je ook inderdaad, ze wilden graag afspraken maken, je kon er goed mee afspraken maken en afspraken werden ook nagekomen. Ik kan er een paar voorbeelden van geven. Als je een onderhandeling had over een stukje sloopnieuwbouw in een bepaald gebied, hè, waarbij de oude, slechte woningen werden gesloopt. En je kwam tot een verdeling van wat komt er aan sociale woningen terug, wat komt aan marktwoningen terug, hoe gaan we om in de openbare ruimte. Dat had financiële componenten in zich. Dat leidde tot een onderhandeling ik zei dan, Vestia, jullie doen het gewoon, dat hele gebied, en je leeft hem netjes weer op.
bepaalde kwaliteitscriteria. Zij zei dat kost zoveel miljoen. Nou, wij zeiden nee hoor, het breekt anders, kost het veel minder. Dus, en bovendien, jullie moeten veel meer. Dus dat leidt tot onderhandeling. Dan kom je ergens op uit. En dat was het prettige van Vestia. Als je de handtekening had gezet, dan was het dan ook. En dan gebeurde het ook in de tijd die je had afgesproken, op een hoog kwaliteitsniveau. En met alles erbij wat je had afgesproken. En als er iets onverwachts naar voren kwam, had je nooit dat ze terugkwamen van ja, maar dit en dat. Nee, dat zat gewoon in de deal klaar. We realiseren het. Ja, daar was u tevreden over. Ja, en dat geldt. Vestia was in die zin, dat klinkt misschien vreemd, met het hele beeld wat over Vestia is, waarbij natuurlijk schandalige zaken zijn gedaan wat betreft het handelen in derivaten. Laat dat helder zijn. Ja. Maar als corporatie werkt er op alle niveaus, is mijn ervaring, hele goede mensen. Ja. Van zeg maar het niveau locatiedirecteur, die altijd, ook als een keer iemand wegging en een nieuw kwam, veel verstand van zaken, goed mee onderhandelen, goede afspraken mee maken, tot en met het niveau van huismeester, waarbij ik vanuit de politie te horen krijg, de huismeester van Vestia, die staat een mannetje, als je daar afspraken mee hebt, dan komt het goed qua veiligheid en leefbaarheid. Dus het kwam op heel veel punten kwam het gewoon naar voren als een goede, sterke corporatie, die deed wat ze afspraken en stond voor idealen, et cetera. Ja. Dus dat is het. En dat was een pittige onderhandelpartner, dat altijd wel. Het was altijd wel van, het kost wat, maar je hebt wat, zo kun je dan tegenaan kijken. Maar het gebeurt dan ook wel. Zo zaten die verhoudingen. Ja, en het leidde ertoe dat in Den Haag een soort continue productie van ongeveer 400 woningen per jaar was. En daarmee was Vestia de grootste bouwer in Den Haag. Van sociale woningen, marktwoningen. Dat is dus ook iets wat heel belangrijk is in een groeiende stad. Dat er voldoende goede woningen bij worden gebouwd. En dat is altijd dat is goed gegaan. Oké. Nou, even naar die taak van de gemeente. Want jullie hebben een sociale volkshuisvesting opgave. En dan heb je die corporaties gewoon heel hard nodig. Wat gebeurt er nou als die corporaties niet willen? Welke instrumenten heeft de gemeente om toch te zorgen dat die corporaties meegaan in die opgave die de gemeente dan zelf heeft? Ja, dan kom je weer op was en wordt. Dat was vrij matig. Mag allebei, hoor. Ja, dat was heel matig geregeld. Eigenlijk niet. Want natuurlijk, je kon wel naar een minister gaan. Dat is ook wel eens gedaan. Ik noemde het voorbeeld Rotterdam, waarbij interventie van de minister is gevraagd. Dat kwam eigenlijk niet veel voor, want dan wist je in ieder geval één ding. Dan had je de relatie duurzaam verstoord voor de komende jaren. Ja. En dan kon je helemaal, was helemaal kwaad kersen eten. Dus, ja. Dus als je geen gezagsverhouding hebt, dan ben je echt aan elkaar gekoppeld. En als dat broeieert, dan ben je aardig eind van huis. Dus dat is uiteindelijk niet handig om dat te laten gebeuren. Ja. Dus je gaat er alles aan doen om te zorgen, allebei hoor, dus corporatie ook, maar als gemeente helemaal, om te zorgen dat je uiteindelijk toch tot iets komt. En in plaats van escaleren. Escaleren in de zin van op een hoger echelon vragen tot interventie. Ja. Dat is daar heeft oud-minister Dekker, in de commissie Dekker, heeft een rapport geschreven. Ja. Om ook op dit punt die verhoudingen daarover te adviseren, dat heeft ze gedaan. En een heel aantal punten daarvan is in de nieuwe wetgeving verdisconteerd. Punten die wij als VG, als G4-gemeente, als gemeente Den Haag ook allemaal heel belangrijk vonden. Namelijk dat er wel een vorm van mediation komt. Een vorm van interceptie van bovenaf. En dat je makkelijker op kunt schalen, dat je een procedure voor hebt die dat regelt. Plus, daar ben ik in het begin van mijn verhaal daarbij stilgestaan, dat aspect dat er een woonvisie moet zijn die kaderstellend is. Ja. En nou ja, laat ik zeggen, dat moet echt, wat mij betreft, wie ben ik om te zeggen wat moet, maar wat mij betreft zou het goed geregeld moeten zijn. Die woonvisie die een gemeente, dat de gemeente wordt gedwongen verplicht een woonvisie te hebben, dat ze dat in overleg met alle belanghebbenden tot stand laten komen, maar dat dan vervolgens ook kaderstellend is voor alle volksvestelijke partijen. Dat staat in feite wel in de nieuwe wetgeving. Dus dat advies van de commissie Dekker is vrij goed vertaald. Ja. En het ligt volgens mij nu in besluitvormingstrajecten voor bij Tweede en Eerste Kamer. Dus dat loopt op zich. Dus in die zin is er wel van geleerd dat dit niet zo werkt. Maar ik zou u dus wel ook graag willen meegeven, hoed u voor allerlei lobby's om dat kader wat gemeentes kunnen stellen om dat weer af te zwakken. Ja. Want dan kom je weer terug op die situatie die je nu hebt. Namelijk dat je toch een beetje met de hoed in de hand
moet vragen, wilt u alsjeblieft met ons samen het gemeentelijk beleid vormgeven? Ja, dat werkt niet. Goed, even terug naar de Haagse situatie. Is er wel eens een moment geweest dat u iets wilde op volkshuisvestelijk gebied, dat die corporaties niet meewerkten, dat ze zeiden, nou dat doen we niet? Oh, ja, zeker. Ja? Ja? Ja. Kunt u daar ook wat voorbeelden van geven? Ja, bijvoorbeeld in herstructurering, dat ik op een gegeven moment meer sociale woningbouw wilde dan dat de corporatie wilde bouwen. Zij wilden meer marktwoningen bouwen. Hè. Ik wilde bijvoorbeeld bepaalde stukken, als je 100% sloopt, dus 100% van de woningen die je sloopt, moet iets helderder zijn, want het is zo jargonachtig. Ja. Als je bijvoorbeeld 500 woningen sloopt en het zijn allemaal sociale woningen, dat je dan hoef je voor mij niet 500 woningen weer terug te bouwen, want ze waren vaak heel klein, hele... Ja. Oude, slechte woningen. Dus bouw dan bijvoorbeeld 300 woningen terug. Dat is al veel ruimer. Maar doe dan wel van die 300 woningen de helft sociaal. Nou, dat was soms best een discussie. Dat corporatie zei, nee, 30% sociaal, dat vinden wij het maximum. Ja, dan ga je van, je had 500 slechte sociale woningen, maar wel 500 sociale woningen. Ja, als je dan naar 30%, dan ga je naar 100 woningen sociaal gebied terug. Dat vond ik soms echt te weinig. Ja. Dat type afspraken maak ik namelijk ook met marktpartijen. 30% sociaal bouwen. Ja, maar niet met corporaties. Nee, corporaties moeten meer presteren. Die hebben ook veel meer middelen. Die hebben geen winstoogmerk. En die hebben meer middelen in de zin van geld, wat ze ook uit, nou ja, vaak subsidies vanuit het verleden, rijkssubsidies, gemeentelijke subsidies, grondwaardesuppletie, dus lager grondprijs om maar sociaal te kunnen bouwen. Er zit heel veel maatschappelijk geld in. Dan mag je ook een maatschappelijke prestatie neerzetten. Oké, we gaan even verder, want we hebben nog heel veel vragen. Nee. We gaan even de grens opzoeken. Want het komt voor dat gemeenten, ik noemde net Deventer en Rentré, dat corporaties activiteiten willen uitvoeren die primair eigenlijk op het taakgebied liggen van de gemeente. En soms ook wel bij commerciële partijen dat die dat zouden moeten oppakken. Bijvoorbeeld de bouw van een garage of zoals u net noemde, de inrichting van een openbare ruimte. Zijn er nou in Den Haag voorbeelden van projecten die uitgevoerd zijn door een woningcorporatie die op de grens liggen van wat het BBSA voorschrijft? Ja, ik noemde al het bouwen van een school, brede buurtschool. Dat zit een beetje op de grens. Wij zijn daar verder nooit zoveel verder in gegaan, ook als gemeente niet. Ik heb zelf ook nooit die aandrang gevoeld. Ik weet dat er gemeenten zijn waar bijvoorbeeld als gevraagd is of een zwembad, gewoon een publiek zwembad kan worden gefinancierd met corporatiemiddelen. Laat ik zo zeggen, ik vind dat zelf wel toen ook al over de grens heen gaan van wat is logisch dat een corporatie doet. Een school kun je nog van zeggen, een brede buurtschool heeft niet alleen een onderwijsfunctie, maar er zitten soms ook sportclubs en er zitten maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties. Ik zei dat net iets over. Vijf jaar geleden had ik iets van, dat moet net kunnen. Ja. Nu zeg ik, dat moet je eigenlijk niet doen. Dat is een stap te ver. Ja. Maar bijvoorbeeld als je een blokje neerzet van vijflaags sociale woningen. En er zit een commerciële strip in, hè, dus wat winkeltjes onderin. Ja. Ja, je bouwt het wel in één keer. Dan vind ik het ook wel logisch dat dat onderdeel is van dat project. Dat hoef je dan niet weer te splitsen en ingewikkeld. Zo werkt dat niet. Dat hoort er dan bij. Dat hoort er dan bij. Dus dat is een beetje de grens. Is het ten faveure, echt direct ten faveure van de opgave die een corporatie heeft in sociale sfeer doen? En is het ook daaraan ondergeschikt? Hè? Dus niet 10 sociale woningen en een winkelcentrum eraan vast. Dus het moet wel echt ondergeschikt daarin zijn. Dan moet je dat doen, moet je het niet ingewikkeld over doen. Want anders komt het project niet van de grond. Nee. En dus ook dat stukje van het slechte stukje stad of dorp blijft dan zoals het is. Want dan investeert de marktpartij ook niet. Maar zoekt een beetje in die verhouding. Het huisje en het schuurtje moeten steeds een beetje bij elkaar blijven. Uw eigen taak als wethouder die lag natuurlijk ook ruimer dan alleen woningen laten bouwen. Want u wilde de stad ontwikkelen. In uw tijd is ook bijvoorbeeld, zijn een aantal projecten waar u in participeerde, samen met bijvoorbeeld de wethouder van sport. Sportcampus Zuiderpark noem ik even. Bink 36, dat is een bedrijf verzamelgebouw in de Binkhorst. En het Strijkijzer, bekende studentenhuisvestinggebouw, waarin ook hele luxe woningen waren en een restaurant. En Vestia speelde daar ook een rol. Kunt u eens ingaan op, kort op die projecten? Laten we maar beginnen even met sporten. Met de campus.
Ja, Sportkamp, daar zaten ook studenten-jongerenwoningen in. Dat is zo'n project waarvan ik ook zeg maar vanaf dit moment niet meer onmiddellijk zou zeggen dat Vestia dat zou moeten trekken. We hebben dat toen Vestia in feite onderuit ging, hebben wij dat ook als Haagse Hogeschool en gemeente Den Haag daar ons toegetrokken. Ja, maar wel last drie van partijen. Gehad. Wel last van gehad, ja, absoluut. Want zij waren eigenlijk de projectmanager van het hele project, terwijl een ondergeschikt deel daarvan sociale huisvesting was, studenten-jongerenwoningen. Ja. En een aantal maatschappelijke functies en een paar commerciële functies daarbij hoorden. Maar het hoofdmoot was toch Haagse Hogeschool en sportactiviteiten van de gemeente Den Haag. Zoals ik het nu tegenaan kijk, ik ben er wat in opgeschoven. Zou ik het op zich wel logisch hebben gevonden wanneer Vestia daarin zou participeren. Maar dan alleen voor dat stukje studenten-jongerenwoningen. Ja. En niet voor het geheel. En want zij zouden ook participeren in de ondergrondse garage. Ja. Past dat dan nog in de denkbeelden van toen? En hoe ziet u dat nu? Nou, het denkbeeld van toen inderdaad wel. Op zich is een garage geen slechte investering. Helemaal niet als die hoort bij bijvoorbeeld de woningen. Kijk, als je woningen neerzet in een stad, kun je dat parkeren niet allemaal bovengronds doen. Dus er wordt heel vaak een parkeerbak bij. Ja. Op zich is dat ook in de toekomst is dat niet gek. Hè? Als je 100 woningen neerzet in een flat, in een toren, in iets verticaals, dan hoort daar bakken beter 100 parkeerplekken bij. En dat moet je ergens in dat gebouw doen. Dus dan heb je ook die exploitatie. Maar ook hier, als het een exploitatie is waarvan je zegt van, ja, de hoofdmoot zijn de woningen en er zit een beetje commercieel bij, dan vind ik het logisch dat de parkeerbak ook wordt gebouwd bij die woningen, want onderdeel van. Ja, het is lastig te splitsen. Zegt u? Dat is dan lastig te splitsen. Ja, dan is lastig te splitsen. Hoeft ook niet. Want het is qua risico en rendement is het uitstekende belegging. Ik vind het anders nu, hè, wanneer die hoofdmoot niet dat wonen is. Want dat zou echt steeds de scheidslijn moeten zijn. De core business is wonen voor mensen met minder geld. Ja. En als het daar een onderdeel van is of een nevengeschikte activiteit van is, die ook zich verhoudt tot maximaal 20% van het hele verhaal. Hè? Dan is het logisch om het in de stroom te laten meegaan. Maar is zeg maar de hoofdmoot iets anders? Bijvoorbeeld winkelen, zoals ik aangaf. Of bijvoorbeeld sporten van de Haagse Hogeschool of de gemeente Den Haag. Dan zou het logischer zijn dat Vestia wel participeert, maar niet de hoofdaannemer is. Oké, nou, dat is duidelijk. Even terug nog naar die garage. Wist u nou als wethouder welke regels daarvoor gelden, bijvoorbeeld op het ministerie? Omdat wij wel zien dat in soortgelijke gevallen, ook in Zuid-Holland, in Leidse Hof en nog een paar andere plekken, in Delft, de Koepoort garage, dat daar verschillende beslissingen worden genomen, ook door het ministerie. En ook wel, verschillende regels worden toegepast. Was het voor u duidelijk hoe het geregeld was in Nederland? Nou, ik wil zeker niet pretenderen dat wat dat betreft alle regels kennen die op nationaal niveau gelden. Nee, maar bijvoorbeeld die garage van de campus, laten we daar even op inzetten. Nee, dat weet ik niet wat voor regels daar precies voor op. BBSH-regels duidt u misschien op of ander soort regels die... Dat weet ik niet precies. Dat is ook niet de verantwoordelijkheid en de taak van de gemeente. Ik weet niet of we daar nog op komen, maar ik vind het wel een essentieel punt dat... het toetsen van een lening, het toetsen van het functioneren van de corporatie is bij wetgeving op nationaal niveau neergelegd. Ja. En daar zou het ook moeten liggen en blijven. Als gemeente heb je daar niets, maar ook niets mee te maken. Nee. De governance van de corporatie, maar ook de risico's die exact worden gelopen. Want je kent niet alle projecten. De hele borging gaat via het WSW, niet via een gemeente. Dus in die zin is dat ook iets wat elders wordt getoetst. En het is ook de business van een corporatie om te zorgen dat hij zijn leningen rondkrijgt. Dat is af en toe ook wel eens onderdeel van een gesprek geweest. Hè, van krijg je het geborgd bij het WSW? En in gesprekken die wij als gemeente hebben met de corporatie over een concreet project. En als dan de reactie was van ja, dat komt goed. Nou, dan is dat verder geregeld. We zoeken de grenzen nog iets verder op. We gaan het hebben over de nevenactiviteiten. Die moesten gemeld worden bij het ministerie. Het ministerie bepaalde dan of het wel of niet kon worden toegestaan. Soms leidde dat tot afwijzing. Waarbij gemeentes en woningcorporaties eigenlijk al afspraken hadden gemaakt. Die allebei blij waren met die nevenactiviteit. Zei het ministerie toch het mag niet. Maar soms gebeurde het ook wel eens dat er toestemming werd verleend door het ministerie aan de woningcorporatie om die nevenactiviteit uit te voeren.
terwijl de gemeente bijvoorbeeld dat niet nodig vond. Kent u ook dat soort voorbeelden in uw Haagse praktijk? Nou, niet dat ik weet, maar dat kan ook zijn omdat ik niet precies begrijp waar u op duidt. Dus dat ligt aan mij op tijd, maar ik begrijp niet precies op wat voor soort situaties u duidt. We hebben geen concrete voorbeelden in de Haagse situaties, maar er zijn natuurlijk wel eens aanvragen geweest van corporaties bij het Rijk. Mogen wij deze nevenactiviteiten uitvoeren? Dat het ministerie zei van nou ja, dat is prima. En dat bijvoorbeeld de gemeente Huppe de Pup zei van nou ja, kan het geld beter aan andere dingen besteden. Ja. Maar dat heeft u in Den Haag niet meegemaakt? Nou, niet dat ik weet. U bedoelt misschien op zaken als bijvoorbeeld zo'n zwembad financieren. Hè? Want daarvan weet ik dat het ministerie heeft gezegd, dat doen we niet. Nee. Dat is zo'n bekend voorbeeld. Ja. Maar wij hebben dat niet gehad. Maar dat komt, ja, Den Haag is misschien ook wel een keurige gemeente in dit soort dingen. Wij zochten zelf ook niet heel erg de randen op. Omdat, nee. Nou ja, de corporatie niet, maar wij als gemeente ook niet. Meneer Noorder, mijn collega Oskamp die stelde net de vraag over de machtsverhouding tussen gemeenten en corporaties. En hij haalde zelf aan de woorden wie betaalt bepaalt. Komt het nou alleen door het geld wat corporaties hebben dat ze in die zin tot een andere machtsverhouding tot de gemeente staan? Nee, er zit iets belangrijks anders ook bij en dat is de grondpositie. Ze hebben natuurlijk gewoon bezit. Ze hebben in Den Haag, waar we ongeveer 220.000 woningen hebben, hebben de corporaties er zo'n beetje 70.000, 80.000. Dus ze hebben bezit. En als je bezit hebt, woningen dus, dan heb je ook iets te zeggen over die woningen. Dus het is de middelen, maar ook de bezitssituatie. En speelt daar ook nog mee de bestuurder van een corporatie, de houding, de verhoudingen, de stijl van? Ja, zeker. Dat speelt dus ook mee? Ja. Ja, de ene corporatiedirecteur is zeg maar geneigd om heel erg te zoeken naar onderhandelssituaties. Terwijl de andere corporatiedirecteur meer iets heeft van, nou, ik run gewoon mijn eigen tent en als je me een keer nodig hebt, dan hoor ik het wel. Okay. En die houdt zich dus veel meer op afstand. Ja. Okay. En als het gaat om het herstel van de gezagsverhouding van de gemeente, u haalde al het onderzoek aan van Dekker, ja, van de mediation, maar ook de woonvisie. Is dat dan voldoende om die gezagspositie van de gemeente te herstellen? Ja, dat plus het WSW. Ik hoop nog dat we daarover gaan praten. Ik weet niet of dat op dit moment is. Kijk even als naar de voorzitter. Kort kunt toelichten wat u bedoelt in dit kader met het WSW. Ja, kijk, als gemeente heb je in die zin, behalve zeg maar die relatie van met corporatie in de onderhandelende sfeer of in de samenwerkende sfeer, heb je ook nog een andere en dat is de achtervang. Dat betekent dat je uiteindelijk de leningen die door het WSW worden verstrekt, borgt. En dan niet als eerste partij, dat doet het WSW zelf, niet als tweede partij, dat heet de zogenaamde obligo. En dat is in feite een verzekering die corporaties allemaal onderling hebben gesloten. Dat is in totaal 3,3 miljard. Dat heeft u vast eerder gehoord hier. En dan als derde lijn kom je bij de gemeentes. En als dus de risico's boven 3,7 miljard uitkomen, dan moet een gemeente borgen. Nou, dat is een heel ingewikkeld systeem. En het WSW is het waarborgfonds wat die sociale woningbouw borgt. Dat dus zorgt dat je eigenlijk laagrentende leningen kunt hebben. Een beetje voor de kijkers à la een nationale hypotheekgarantie, maar dan voor corporaties. Dus je kunt goedkoper lenen. En die borging, daar moet dus iemand voor garant staan. En dat is op de achterhand, dus op de derde hand, zijn dat ook gemeentes. Wat wij hebben gemerkt in de Vestia-situatie, is dat die hele WSW-borgingssituatie, wat ons betreft, iets is wat echt goed onder loep genomen moet worden. Want het is niet altijd duidelijk om welke reden je als schadegemeente, zoals dat heet, wordt aangesproken. Mm-hmm. Maar dus u geeft in ieder geval aan, als het gaat om de achtervangspositie van de gemeente, dat ook een manier is om de positie van de gemeente in deze te versterken. Nou, dan heb ik me niet goed uitgedrukt. Ik had uw vraag begrepen als moet er nog iets gebeuren in de toekomst. En dus één deel is zeg maar die ten behoeve van de positie van de gemeente. Ja, maar dus één deel is de beleidsmatige kant met die woonvisie, daar hebben we het over gehad. Maar het tweede deel is de risicodragende kant die je hebt als borger van de corporatie investeringen. En die risicodragende kant,
Ja, daarin speelt het WSW een cruciale rol. Ja. En de manier waarop dat is gedaan, daar zijn wat ons betreft toch wel behoorlijk wat lekkerijmomentjes naar boven gekomen, waar we grote vraagtekens bij hebben. Mijn collega komt nog terug op dit punt als het gaat om die achtervangpositie. Dan vroeg ik dat net. Maar... Ja, prima. Een andere korte vraag die ik nog heb is, als het gaat om nevenactiviteiten, antwoordde u 5 jaar geleden, zou u op een andere manier oordeel hebben gegeven over nevenactiviteiten dan nu? En mijn vraag is, 5 jaar is natuurlijk niet een totaal andere wereld. Nee, zo groot is die periode natuurlijk ook niet geweest. Dus er zijn wel dingen gebeurd. Een hele belangrijke is natuurlijk de kredietcrisis. En die heeft ook helder gemaakt dat je voor marktpartijen, is geld schoenmaken blijft bij je leest. Marktpartijen die hebben dat buitengewoon ingrijpend ervaren met veel faillissementen, ontslagen, et cetera. Maar ook voor corporaties, het is helder geworden dat je ook wel echt moet weten waar je mee bezig bent. En op het moment dat de waarde altijd alleen maar stijgt doordat de huizenprijs alleen maar omhoog gaan, dan kun je vrij makkelijk investeringen doen waar je misschien wat minder verstand van hebt. Maar op het moment dat die ballon is doorgeprikt, die zeepbel is doorgeprikt, ja, toch wel terug van blijf wel bij kernactiviteit, want wat je daar buiten doet is gewoon veel risicodragender, het heeft veel meer risico's in zich en is eigenlijk helemaal niet nodig om het maatschappelijk doel te bereiken waarvoor je was. Maar we hebben het hier over de positie vanuit de gemeente, u als wethouder. Want u verwijst naar hoe de corporatie in die situatie heeft gezeten, ook met de kredietcrisis. Maar de houding van de gemeente is dus een andere geweest vanwege de kredietcrisis, begrijp ik het goed? Ja, dat is misschien wel goed om er iets over te vertellen. De kredietcrisis heeft ongelooflijk veel effect gehad, ook voor alle gemeentes, ook voor Den Haag. We hebben in een paar jaar tijd ruim 200 miljoen euro moeten afboeken. Betekent gewoon een inkrimping van het apparaat van ongeveer 40%. Dus 1100 man naar 700 man met gedwongen ontslagen en alles wat erbij hoort. Dat is logisch, maar het gaat mij meer om de manier waarop u als wethouder de gemeente tegen nevenactiviteit van corporaties aankijkt. Ja, maar daar zit een verschil in houding. Ja, maar de basis is wel dat die kredietcrisis bij alle partijen die bezig zijn in... want het was, in essentie was het een vastgoedcrisis. Alle partijen die bezig zijn in het ontwikkelen en het beheer van woningen, van vastgoed, heel erg terug zijn met hun neus op de feiten zijn gedrukt. En opnieuw hebben moeten nadenken van, maar waartoe ben je dan precies op aard? En bijvoorbeeld de corporatiewoningen die waren gepland na de kredietcrisis, die marktconform zouden moeten worden gerealiseerd, ja, die waren vrij moeilijk te verkopen. Okay. Dat betekent dat daarmee een druk ontstaat op de corporatie en daarmee zijn sociale taak onder druk komt te staan. Ja, het kan niet zo zijn dat vanwege nevenactiviteiten de kernactiviteiten onder druk komen. Dat zag ik, dat gebeurde. Hè? Dus corporaties hadden te maken met leegstand en leegstand kost klauwen met geld. Een marktpartij is dat zijn business om daarmee om te gaan. Een corporatie niet. Een corporatie is goede woningen voor mensen met laag inkomen. Dus ze hebben die expertise lang niet altijd en gingen er ook lang niet altijd slim mee om. Ja, helder. Uw punt is helder. Okay. Kijk naar mijn collega. Ja, we gaan door met de prestatieafspraken. De commissie heeft daar veel over gelezen. We willen eigenlijk even profiteren van uw ervaring, omdat je ziet dat bij volkshuisvestingsproblemen de corporatie zich eigenlijk niet zoveel van de gemeentegrenzen aantrekken. En dat is misschien maar goed ook. Voor welke problemen is het nou nodig om extra afspraken te maken over nou ja, wat er zeg maar in regionaal verband gebeurt? Dus voorbij die gemeentegrens. Waar bent u tegen aangelopen? Dat u dacht van nou, dat hadden we nou goed moeten regelen. Nou, in ieder geval zaken als aantallen sociale woningen. Je hebt een opgave van mensen die op regionaal niveau, want dat weet u maar thuis misschien niet, je hebt regio's waarbij woningzoekenden geen gemeentegrenzen kennen. Dus als je in Zoetermeer in Den Haag een huis wil hebben, dan is je kans op slagen net zo groot als wanneer een Hagenaar in Zoetermeer. Dus het is één regio. Ja. In die regio moet je dus ook afspraken maken over hoeveel sociale woningen zijn er en hoeveel hebben we nodig. Maar ook oudere woningen. Of als je het hebt over toewijzing van bepaalde doelgroepen met voorrang, dan moet het niet zo zijn dat in Den Haag 2 keer zo makkelijk is
om een voorrangsbriefje te krijgen dan in Zoetermeer of andersom. Dat schiet niet op. Dan krijg je allemaal mutaties vanwege die reden. Dus omdat het één volksvestelijke regio is, in het toewijzingsbeleid voor corporatiewoningen zul je ook op dat niveau afspraken moeten maken. Daarbij is het ook handig en verstandig om te leren van elkaar. Bijvoorbeeld iets als een politiekeurmerk veilig wonen. Ja, als je dat succesvol hebt gedaan in Den Haag, en dat is zo, dan is het logisch dat je tegen collega's zegt van joh, kun je dat ook niet oppakken, want et cetera. Dus zo werkt het. En andere problemen, want het aantal woningen, dat begrijpt iedereen. Zijn er nog andere problemen waar wij niet aan denken? Waarvan u denkt van ja, daar ben ik wel tegenaan gelopen. In de regio? Ik denk met name het belangrijkste is dat je op aantallen woningen en soorten woningen afspraken maakt. Dus ook soorten. Hè? Dus ja. Ik noemde al in het begin van het gesprek een voorbeeld van een voorziening voor bijvoorbeeld dementerende ouderen. Ja, die moet niet elke gemeente bouwen, maar je moet er wel voldoende van hebben. En daar moet je dan over hebben natuurlijk, want er zijn specifieke groepen. Hetzelfde geldt voor studentenwoningen. Als wij heel veel studentenwoningen bouwen, maar Delft doet dat ook. Ja, op een gegeven moment heb je ook weer leegstand. Dat schiet niet op. Dus aantallen en soorten woningen in jaarschijven, daar moet je afspraken over maken. Okay. Een ander soortige vraag is, er wordt heel veel gespeculeerd over hoe groot een woningcorporatie nou moet zijn, hoeveel woningen ze hebben. Als we dat nou eens geografisch bekijken, wat is dan de meest optimale begrenzing? Moet het dan een lokale corporatie zijn of een regionale corporatie? Gelet op de woningmarkt, wat u net noemde, ook over de regio Haaglanden. Of moeten ze landelijk opereren? Ja, ik heb inderdaad wel diverse keren over gesproken en ook nagedacht met mensen. En ook binnen de VNG hebben we een paar keer over gediscussieerd. Met de betreffende vertegenwoordigers uit alle gemeenten. En wij komen een beetje op het beeld, en ikzelf dus ook hoor, van ja, die hele grote corporaties van meer dan 50.000 eenheden, die over 20, 30 gemeentes actief zijn, ja, dat is onstuurbaar. Dan heb je een schaalgrootte die ook niet meer past bij een grote gemeente als Den Haag of iets kleiner Arnhem of weet ik veel wat. Hè. Dus ja. dan ga je een soort disbalans in de grootte van de organisatie en de omvang van de organisatie in het aantal gemeenten. Het hoeft voor mij ook niet in één gemeente, maar bijvoorbeeld, Stadion eerder genoemd, ik zal hem nog een keer noemen als bijvoorbeeld in positieve zin in dit geval. Stadion is niet alleen in Den Haag actief. Ik denk dat ze ongeveer 30, 35.000 eenheden hebben, iets van 25 in Den Haag en ongeveer 10.000 erbuiten. Een beetje Delft, een beetje Nooddorp. En dat is prima. Je hoeft niet precies binnen die gemeentegrenzen. Dat er meerdere gemeenten zijn is ook uitstekend. Mag ook wat kleiner dan deze, maar ik zou zeggen 3, 4, 5 gemeentes en dan ook een beetje in een bepaald gebied. Dan is het stuurbaar, dan kun je ook afspraken maken. En dan hoor je ook bij die maatschappelijke opgave en dat lokale gezagsniveau. En dan moet je natuurlijk nog wel iets afspreken over hoe je dat dan boven lokaal doet. Nou, dat is te doen. Maar op het moment dat het ook boven regionaal of zelfs landelijk wordt, ja, dan houdt het op. Dan moet je een minister vragen of afspraken maken met zo'n club. Ja. En dan kun je als lokale overheid ben je daar niet meer toe in staat. Nee. Dan kennen we in Zuid-Holland de metropoolregio. Daar valt Den Haag en Rotterdam onder. Vestia was grote speler, 90.000 eenheden. Onder andere in Den Haag en Rotterdam. Is dat dan te groot of? Nou, op het moment dat die metropoolregio zo gaat functioneren, ik hoop het overigens, dat ook zeg maar, de regionale huisvestingsverordening op dat niveau, hè, want dat is volgens mij steeds een leidmotief, dat heeft u eerder kunnen merken in mijn beantwoording, van de bovenlokale. Pak nou die regionale huisvestingsverordening als invalshoek en probeer daar een beetje aan te matchen. Dan vind ik Vestia in Rotterdam, Den Haag, dat kan, maar Vestia in buitengebieden als Groningen, Friesland, Drenthe. Ja, moet je echt niet doen. Dat heeft ook helemaal geen relatie meer met de mensen die in Rotterdam en Den Haag op de bestuurlijke stoelen zitten en die afwegingen maken. Oké, helder. We hebben het net over de samenwerking gehad tussen de gemeente en de woningcorporatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als wethouder toch wel enige zeggenschap wil hebben over die corporaties. Omdat je gewoon dingen wil bereiken. Zou u nou als gemeente zeggenschap over corporaties willen hebben waarbij zij verplicht worden om uw opgave uit te voeren? Ja, dat probeer ik aan te geven met dat volkshuisvestelijk beleid wat je op lokaal niveau moet vaststellen. Ik vind dat een verantwoord bestuur van welke gemeente ook,
moet een volksvestingsvisie hebben met ook inderdaad aantallen van hoeveel woningen, wat voor soort woningen en in welke jaren moet waar gerealiseerd worden. Die moet je voorleggen aan de partners in de stad. Dat zijn ook private partijen, maar ook corporaties. Uiteraard moet je goed mee doorspreken met je concept. Ja. Op basis daarvan stelt een college dan een visie vast en die wordt vastgesteld in de raad. Op het moment dat partijen daar niet mee eens zijn, dan kunnen ze inspreken in de raad, et cetera. Van mijn part een hoorzitting of wat dan ook eraan wijden. Maar uiteindelijk, met dat alles gehoord, is het openbaar bestuur aan zet op lokaal niveau en die stelt de kaders. Ja, als er dan een beroepsmogelijkheid is richting minister, is dat goed. Hè? Dan is er, ik bedoel, als iets onredelijks wordt geëist, dan moet dat kunnen worden aangekaart. Hè? Maar binnen de kaders van de redelijkheid kun je toch verwachten dat het openbaar bestuur lokale beslissing neemt over die woonvisie. Ja. En ja, dan is dat het kader en binnen dat moet het spel gespeeld worden. En die invloed, zou dat dan een gemeentelijk stempel moeten zijn? Of als we kijken naar de regio Haaglanden, een regionaal stempel? Nee, een gemeentelijk stempel, omdat anders krijg je een soort verlengd lokaal bestuur. Ja. Ik vind het overigens wel belangrijk dat je daarmee dus ook, want dat is iets wat de afgelopen jaren onvoldoende is geweest, je met via het openbaar bestuur, via de democratie, richting geeft aan de inhoud van de opgave in jouw gemeente. En dat heeft echt ontbroken. In Den Haag zijn we daar, vind ik, echt heel vaak heel goed uitgekomen in de corporaties. Maar inderdaad, u noemde al een paar voorbeelden in de landen. En dat heb ik ook van collega's gehoord. Die zeggen van, nou, ik kan met deze gast helemaal niks. Dat wordt helemaal niks. En dan is het gewoon 4 jaar afzien met elkaar, terwijl er niks gebeurt. Dat kan niet. Want ondertussen worden die zorgwoningen niet gebouwd. Of blijven die verpauperde woningen staan en gaat het alleen maar verder achteruit. Dat kan niet. Dan kun je ook als openbaar bestuur op lokaal niveau, vind ik dat je daar zeggenschap over moet hebben. Om uw ideeën concreet in te vullen, heeft u wel eens gepleit voor een gemeentecommissaris binnen de Raad van Commissarissen van grote corporaties. Kunt u dat nader toelichten? Ja, ik heb er wel eens voor gepleit. Bent u er vanaf inmiddels? Ja, ik ben er wel genuanceerd naar gaan kijken. Waar ik naar zocht, dat is geloof ik een interview geweest, waar ik naar zocht is een instrument om meer invloed te krijgen op corporaties. Maar het is een instrument wat deels gemankeerd is, omdat je als commissaris bij wet gehouden bent om het goede te doen voor het bedrijf waar je voor zit. En je ziet ook met commissarissen die bijvoorbeeld namens huurders ergens in zitten, ja, dat die invloed ook maar beperkt is. Dus uiteindelijk, niet elk idee wat je hebt is het allerbeste ter wereld. Uiteindelijk is met het idee wat ik net schetste en wat nu ook richting wetgeving gaat, van lokaal kaders kunnen zetten die ook bindend zijn en maatgevend zijn voor een corporatie, vind ik een veel beter instrument dan het instrument wat ik zelf in het verleden heb gesuggereerd. Okay. Voortschrijdend inzicht, hè? Ja. Okay. We gaan even naar de achtervangpositie van gemeente, want die is nog vrij onbekend, omdat dat niet altijd aan de orde komt. Maar u heeft er wel mee te maken gehad met Vestia. In hoeverre was de gemeente Den Haag zich nou eigenlijk van tevoren bewust van het risico wat zij liep met die achtervangpositie bij Vestia? Nou, daar waren wij ons vrij goed van bewust, in de zin dat we weten dat we onderdeel van het WSW zijn. Ja. En dat het WSW, dat zijn alle gemeentes in Nederland, ik geloof helemaal allemaal, maar dat het WSW dat in feite met zorgt dat die leningen worden verstrekt. En zij doen de toetsing om te kijken of dat wat geleend wordt, of de borging daarvoor aan de orde is. En zo ja, onder welke condities en bij welke bank, et cetera, et cetera. Dus of kortom de lening geborgd kan gaan worden. Daar waren we ons in algemeenheid van bewust. Dat is ook gewoon een raadsbesluit geweest. Ik weet het niet meer helemaal uit mijn hoofd wanneer die was, maar dat is ergens voor mijn tijd geweest. Ik dacht er om 2001, 2002, die hoek. Je ziet ook wel nog net in het vorige eeuw geweest. En dat was toen bij ons alle gemeentes aan de orde, dat de hele borging systematiek als een raadsbesluit is vastgelegd, waarmee in feite het WSW de mogelijkheid kreeg om die borging te doen. Daarbij heb je twee smaken. Eén is dat je in feite een soort, dat je tegen het WSW zegt, nou, doe je de borging maar die nodig is voor de corporaties in mijn gemeente. Die hadden wij. En je hebt er ook eentje waarbij we zeggen, maar er moet wel elk jaar worden gerapporteerd over hoeveel is geborgd aan welke corporatie. Die had bijvoorbeeld Rotterdam en ook aan het andere gemeente. Maar die beide vormen zijn er en zijn er nog steeds als in feite afspraak van als gemeente met het WSW.
En dat is wel bekend, ja. Oké, want in Nederland is het zo geregeld dat het waarborgfonds de eerste 470 miljoen borgt. Vervolgens moeten de andere corporaties voor 3,3 miljard bijdragen. En als je dan eenmaal die grens bereikt van 3,7 miljard, dan zou de gemeente Den Haag flink de klos kunnen zijn. Ja, flink de klos in de zin dat wij borg staan voor een renteloze lening. Dus dat betekent dat wij een lening moeten geven voor een deel van het bedrag. Ja. De rente niet kunnen verhalen later op de corporatie. Ja. Geld moet wel beschikbaar zijn en dat moet wel... Exact, ja. Ja, dat was overigens absoluut niet aan de orde. Hè? Want laat het helder zijn, u noemde terecht dat bedrag van 3,7 miljard. Ja. Wat eerst door WSW en dan via die obligo op de andere corporaties. Datgene waar Vestia, wat geborgd is door het WSW voor Vestia, dat is het bedrag van 1,6 miljard niet overschreden. Nee. We gaan straks even verder door op Vestia, maar waar wij naar op zoek zijn is, omdat iedereen toch wel overvallen is door die derivatenproblematiek, of u als wethouder nou voldoende inzicht hebt in de risico's, want je wil iets, het moet geborgd worden, dat is natuurlijk gewoon, zo werkt het. En dan zeg je, nou oké, we staan er garant voor. Maar de risico's kunnen enorm zijn als je niet precies weet wat zo'n corporatie allemaal doet. Dus de vraag is eigenlijk, heb je dan als wethouder voldoende inzicht in die risico's die je loopt? Want u bent waarschijnlijk ook overvallen door die derivatenproblematiek. Ja, daar zijn we zeker door overvallen. Ja. We hadden even over inzicht in die borging. Wat mij betreft, en dat vind ik nog steeds, is de hele borging iets wat het WSW moet doen. De toetsing of aan de criteria wordt voldaan, moet het WSW doen. Toezicht op corporaties ligt bij het ministerie, bij de minister. Ja. Dat is bij het Centraal Fonds ondergebracht geweest. Deel ook bij WSW en onderlinge afspraken daartussen. Maar toezicht op op de hele governance, op de financiën, op de risico's die gelopen worden per corporatie, inclusief het hele leningenstelsel, ligt niet bij de gemeente. Nee. Dat vind ik ook prima. Ja. Want de gemeente Den Haag zou moeite hebben om te snappen hoe het precies allemaal zit. Maar kleinere gemeentes, die hebben absoluut die deskundigheid niet en moeten dat allemaal inhuren. Dus waarom doe je dat niet, dat toezicht daarop en die weging daarvan op nationaal niveau, dat hebben we ook en dat ligt helemaal daar. Dus wat wij doen, en dat is ook prima houding, is in feite dat je niet anders doet dan zeggen, nou, als het getoetst is door degene die erover gaat, ja, dan staan wij gewoon aan de lat voor die borging. Okay, niet meer en niet minder. Nee, maar de gemeente Den Haag doet ook aan risicomanagement. Hoe kreeg u nou inzicht in die risico's? Kreeg u voldoende informatie van het ministerie of van het Waarborgfonds of van het Centraal Fonds? Wie gaf u de informatie over wat er speelde, wat de risico's waren? Nee, die hadden we niet. Niet? Nee. Je kunt zeggen, dat je bent ook niet zo snel aan beurt op het moment dat die ook... Staat het derde in de rij, maar... Ja, de 3,7 miljard is niet zo snel aan de orde. Maar desalniettemin, wij hebben daar geen inzicht in gehad. Al die jaren niet. Maar ook niet over bijvoorbeeld de afweging die door het WSW is gemaakt om... Want wij dachten dat dat de regeling was, dat geborgd werd, dat de woningen werden gebouwd. Hè, dus een lening voor het bouwen van stenen, of niet, stapelen van stenen, waar mensen in wonen met een huurtje erachter, die dan weer de dekking daarvan is. Ons beeld was dat de borging was. Maar dat ook, derivaten liquiditeitsproblematiek werd geborgd door het WSW, dat was voor ons wel nieuw. En dat is door ons ook nimmer op die manier geaccordeerd geweest. Dat is niet aan de orde geweest, maar laat ik het zo zeggen. Dat is ook iets waarvan wij doorlopend hebben gezegd in de overleg. Ja, het feit dat u dat doet, we zijn nog niet aan die 3,7 miljard toe. Maar dat betekent niet dat wij er zomaar mee gaan. Want het is niet een onderdeel van onze privaatrechtelijke afspraak die we ooit hebben gemaakt. Hè, dus het dekken van liquiditeitsproblematiek. Nee. Stel nou dat de commissie aanbevelingen op dit gebied wil doen. Wie zou dan de gemeente informatie moeten geven over de risico's die de gemeente toch loopt? Tussentijds? Er is een door de VNG in het leven geroepen commissie Vermeulen geweest.
oud-baas van de Bank Nederlandse Gemeenten. De heer Vermeulen heeft een advies gegeven aan de VNG. En daarin staat, vind ik, op een uitstekende manier geformuleerd op welke wijze borging in de toekomst moet plaatsvinden. Nou, ik kan een paar dingen van noemen. Inderdaad, een overzicht wat er nou precies wordt geborgd per corporatie in elk geval. Een overzicht van de risico's die erbij worden gelopen. Maar ook een inzicht in uiteindelijk de financiële huishouding van een corporatie. Je bent wel verantwoordelijk voor die borging. Betekent niet dat je sturing moet hebben of instemming moet hebben met het besluit om te borgen. Maar je wil wel weten wat er gebeurt. En dat is ook vanuit de VNG. Dat heb ik in overleg ook met minister naar voren gebracht namens de VNG. Een essentiële voorwaarde geweest om verder te willen met het WSW in de toekomst. Dat daar betere afspraken worden gemaakt over in feite informatievoorziening en criteria op basis waarvan kan worden geborgd. Die beide zaken zijn heel belangrijk. Ook die criteria. Ja. Dat niet, wij waren al niet zo voor een zwembad financieren, maar dat ook WSW geen gekkigheid financiert, wat niet van bij de core business van de corporatie hoort. Okay. Ja, de gemeente moet weten waar die aan toe is, lijkt mij. Goed, dank u wel. Dank u, meneer Oskam. Meneer Lodde, ik schors de vergadering 5 minuten. Ja, dank u wel. Misschien kan meneer de griffier even de getuigen, want er is even geen bode.
Ik verzoek de gerevierde getuigen weer binnen te leiden. Ja, Zo, dat waren volgens mij lange 5 minuten, maar we gaan fris door. Ik heropen de vergadering, meneer Noorder, en het woord is aan collega Bashir. Meneer Noorder, we gaan het hebben over Vestia. In 2011 worden de problemen bij Vestia bekend. Kunt u aan ons vertellen wanneer u voor het eerst als wethouder van gemeente Den Haag op de hoogte werd gesteld van de problemen bij Vestia? Ja, dat is zo'n beetje half september geweest dat er een eerste signaal mijn kant op kwam. 19 september, waarin werd gezegd van, ja, Vestia heeft een borging nodig, een extra borging vanuit het WSW. Punt. En dat was op 19 september, zegt u, ja. Door het WSW? Ambtenaren van mij zijn naar een overleg geweest waartoe ze zijn uitgenodigd. En op die 19 september is al ambtelijk overleg geweest waarbij mijn mensen, zeg ik nog steeds, hoewel mijn mensen niet meer zijn omdat ik geen wethouder meer ben, maar de ambtenaren van de gemeente Den Haag geïnformeerd zijn over toen eerst een bedrag van 200 miljoen euro waar borgstelling voor nodig was. De achtergrond, daar weet ik niet zo heel veel van. Misschien is dat toen wel gedeeld ambtelijk, maar dat weet ik niet. Maar dat was het eerste moment. Maar nogmaals, bent u door het WSW geïnformeerd, of uw ambtenaren, of door het ministerie van Binnenlandse Zaken? Ik zeg uit mijn hoofd het laatste, maar weet dat niet helemaal zeker of dat zo is. Maar uit mijn hoofd zeg ik het laatste, dat zij zijn gevraagd om op het ministerie te komen. Nou, dat is bij ons om de hoek, 50 meter lopen, om het ministerie te komen. En daar was het ministerie en WSW samen vertegenwoordigd. Ja. Dat was de 19e september. U hebt het over een bedrag van 200 miljoen. Maar later op 26 september 2011 krijgt Vestia een liquiditeitssteun van 1,05 miljard. En nog eens aanvullend 550 miljoen op 16 januari 2012. U bent ook op die beide data, of daar voorafgaand, door het WSW geïnformeerd over die bedragen waar WSW borg voor zou staan. Ja, dat zeg eerst ambtelijk. En ambtelijk heeft men mij keurig op de hoogte gehouden. Ik vind ook overigens dat als een ambtenaar iets weet, dan wordt geacht de bestuurder het ook te weten. En anders heb je interne communicatie niet goed geregeld. En zo was het gelukkig bij ons ook geregeld. Dus als ambtelijk iets van enige belang zeg maar, speelt, dan krijg ik dat te horen. Voor ons was dat op zich wel een beetje wenkbrauwen fronsend van Vestia die zo'n soort borging nodig heeft. We hebben het zelfs eerder meegemaakt, bijvoorbeeld bij Corporatie Stadion. Het was ook niet helemaal ongebruikelijk in die tijd. We hadden het voor de pauze al even over. In het kader van kredietcrisis hadden gemeentes heel veel herfinancieringsvraagstukken, maar corporaties ook. En sommige corporaties waren posities aangegaan die zeg maar met verandering van zeg maar waardering niet op een goede manier uitwerkt. Dus herfinancieringsvraagstukken. Ja. En mijn verzoek is, meneer Noorder, om u toch te spitsen op Vestia. Ja. En ook een beetje meer, want we hebben best veel vragen nog aan u. Oké, ik zal het proberen kort houden. Als u de informatie geeft, dat mag ook lang zijn, maar als u zich maar alleen tot de vragen wilt beperken. U bent, zegt u, over de liquiditeitssteun, of uw ambtenaren zijn geïnformeerd door WSW. Heeft u zelf ook nog contacten gehad persoonlijk
ministers hierover of met WSW? Ja, ja, maar dat was ietsje later. Dat was zeg maar in januari. Even voor de volgordelijkheid, als u mij dat toestaat. Dus eind september was een melding van 200 miljoen. Dat was een paar dagen later, een week later, is dat opgehoogd naar uiteindelijk 1050 miljoen. 1,05 miljard, het bedrag wat u noemde. Dat was wat ons betreft ook wel in feite een hele snelle verhoging. Het is een vervijfvoudiging zo'n beetje van het bedrag. In onze beleving, we hadden dat voor de pauze al even over. Ja, op het moment dat het WSW, Centraal Fonds, ministerie het beeld hebben dat daarmee zeg maar, niet alleen het acute vraagstuk, maar ook het iets langere termijn vraagstukken die zich kunnen voordoen, op de goede manier geborgd is, dan was dat voor ons niet iets heel erg bijzonders vreemds. Gegeven ook ervaringen met andere corporaties die daar ook voor hebben gestaan. Dus wat ons betreft was het gewoon, dat was ons beeld. Dat is achteraf niet een terecht beeld, maar ons beeld. Dat het veel meer te maken had met lange termijn leningen en kredietcrisis situaties. Dan dat het derivaten waren die speculeerden op rentevariaties. Ja, dit dus is interessant wat u zegt. Dit ging specifiek om tijdelijke liquiditeitssteun en niet zoals gewoonlijk waar WSW voor leningen borg stond en nu een melding kreeg. Dus dit ging om tijdelijke liquiditeitssteun. En u zegt dat was ons niet op dat moment nog duidelijk dat dit om tijdelijke liquiditeitssteun ging. Nou, dat wel tijdelijk is, maar niet dat het zeg maar dat de bron uiteindelijk was. Toch is bijna een soort kansspel met derivatenhandel. Op het hoger niveau. Ik heb het later ook niet de enige over casinobeleid genoemd. Dat hadden we natuurlijk geen idee van. Wij dachten dat het ging over een herfinancieringsvraagstuk als gevolg van kredietcrisis of wat dan ook. Ja. Het werd wel een beetje in die zin wenkbrauwen over gefronst. Want Vestia, dat schetste ik ook voor de pauze al, had altijd op alle punten zijn zaakjes uitstekend op orde. Vestia had dus kennelijk dit liquiditeitsprobleem niet voorzien in zijn financiering. Toch een beetje vreemd, hebben ze daar niet goed opgelet. Een beetje dat gevoel. En wanneer was u dan voor het eerst op de hoogte dat deze bedragen te maken hadden met de zogenaamde margin calls? Dat was eind december. Die periode september, dus eind september is uiteindelijk dat bedrag van 1050 miljoen geborgd door het WSW. Waarbij ze ons daarvan op de hoogte hebben gesteld. In ons beeld was het ten eerste daarmee dus het vraagstuk waarschijnlijk ook wel klaar. Was gewoon opgelost en begeleiding op nationaal niveau. En dat leidt tot herfinanciering opgelost. Ten tweede, juist omdat het volume was opgehoogd, dachten we dat het qua volume ook voldoende moest zijn. We hebben daar eigenlijk die periode tot aan eind december ook niet meer iets over gehoord dat het anders zou zijn. Eind december zijn mijn mensen wederom op het ministerie geroepen. En toen is de melding gekomen dat er, zoals u dat noemt, de margin calls in zitten. Dus derivaten met margin calls. Ja. Zodat er niet vrijelijk gehandeld en geïnterfereerd kan worden. Want u zegt pas in december werd ons duidelijk dat het met de margin calls te maken had. Stel dat u dit eerder had geweten, had het dan anders, was u daar anders mee omgegaan? Dat weet ik niet zeker. Dat is moeilijk om dat met terugwerkende kracht te zeggen. In ieder geval op dat moment, het was, en dan moet ik even spieken, 22-12, dat ik daar een melding van krijg, in feite vlak voor de periode van kerst en oud en nieuw. Dat bleek uit die melding, was die 1050 niet voldoende en zou ook voor die periode daarna, voor 2012... was voorzien nog 550 miljoen extra te borgen. Ja. Dat leidde dan tot 1,6 miljard. Gecombineerd met dat de melding er was van er zijn verplichtingen aangegaan. En derivatenhandel is er, die wij niet helemaal kunnen duiden. Wij, ministerie en WSW. Was in januari, zegt u, of december? Nee, dat was december. Ja, dat was eind december, vlak voor de kerstperiode. Dat was tot 1,6 miljard in feite toen een melding van dat zou moeten worden geborgd. Ja, de redenering die wij hadden was in die zin simpel. 1,6 miljard ligt ruim onder de 3,7 miljard. Vanaf dat moment komt de gemeente, is pas aangesproken, echt heel ruim daaronder.
Dit is nog niet, en we hebben geen idee wat er precies aan de hand is. Daar is het ministerie mee bezig. Op het moment dat we wat meer duiding daarover hebben, dan, en dat zal in de loop van januari, februari dan wel volgen. Dat was een beetje het beeld wat wij daarover hadden op dat moment. Ja, dan nog eens 2011, najaar 2011. U hebt zelf toen met het ministerie geen contact gehad als wethouder hierover. Nee, dat is allemaal via de ambtelijke lijn gelopen. Ja, ja. Zo'n melding komt binnen bij de ambtenaren over dat er iets aan de hand is met Vestia. WSW wil bijvoorbeeld liquiditeitssteun geven en daarvoor willen ze de gemeente informeren. Hoe komt zoiets binnen bij de gemeente? Wie komt daar allemaal van te weten? Een vrij beperkte groep. Mensen die beleidsmakers bij de afdeling wonen en het financiële deel van de dienst stedelijke ontwikkeling. De financieel directeur en een paar mensen bij wonen en de algemeen directeur, dus een groep van een man of vijf, die dan kennis heeft van de situatie. Ja, wij hebben ons steeds op standpunt gesteld en dat vond ik en vind ik nog steeds een heel goed standpunt. En de enige juist ook eigenlijk, van het is een verantwoordelijkheid op nationaal niveau, waar wij alleen als borger een rol hebben, maar niet in de vorm van sturing, toetsing, beleidsmaking, besluitvorming. Dus wij konden niet veel anders doen dan dat. Ja, dus ongeveer 5 mensen op het stadhuis wisten hiervan. Ja. Heeft u dit ook gedeeld binnen het college van burgemeester en wethouders? Het heb ik gedaan begin januari. Op 16 januari is er nog een ambtelijk overleg geweest, waarin er wat verder inkleuring kwam. En op 17 januari heb ik vervolgens, op dinsdag is dat geweest, het college erover geïnformeerd. En die 16 januari, dat is ook het moment dat is gezegd, echt heel expliciet, van die 550 miljoen moet extra geborgd worden voor het jaar 2012. Dus kom je op 1,6 miljard. Dat is het moment dat het college heb geïnformeerd. Ik kan me dat nog goed herinneren. Dat was ook informatie in de zin van, er is iets aan de hand. Ja. Er is binnenkort bestuurlijk overleg. De minister had ons uitgenodigd om te komen. Dus ik ga dan horen wat er exact aan de hand is. Maar het gaat over Vestia. Het gaat ongeveer om dit bedrag. En we zijn nog niet aan de beurt, want het zit nog niet op die 3,7 miljard. Dus het speelt nog niet. Maar, maar was u dan wel bewust van de achtervangpositie van de gemeente en dus ook de mogelijke risico's voor gemeente Den Haag? Ja, maar nogmaals, die gaan spelen vanaf 3,7 miljard. En op het moment dat je nog niet halverwege bent, dat bedrag, is daar dus in die zin geen financieel risico aan de orde. Waar ik geen rekening mee had gehouden en overigens niemand op dat moment, is dat Vestia in die zin om zou vallen en tot een saneringscorporatie is geworden. Met alle effecten van dien. Ja. Misschien gaan we daar straks nog over hebben. Dus het effect op de gemeente. Daar komen we inderdaad zo meteen op terug. De mogelijke risico, zegt u van, dat was pas aan de orde bij 3,7 miljard voor ons als gemeente Den Haag. Maar was u dan wel bewust van de grootte van het probleem? Te maken had met iets meer dan 20 miljard aan derivaten. Nee. En dus ook de margin calls die daaruit konden komen. Geen idee. Nee, we hadden echt het beeld dat het met eerst het bedrag van 1050. En dat is natuurlijk ook die maanden, is dat voldoende gebleken. Ja. En dan met de koppeling eraan van nog een keer 550 miljoen voor 2012. Wat wel echt voor ons reden was om nader over te willen praten, et cetera. Maar als dat voor een heel jaar, dat is denkbaar. Nogmaals, wij gaan er niet over, want het is eigenlijk niet onze toets. Ja, nee, dat heeft u inderdaad net gezegd. Maar wij hadden geen idee dat uiteindelijk wat er gebeurde bij Vestia, en ik zeg het in mijn eigen woorden, toch in feite gokken met gemeenschapsgeld is geweest. Ja. Dat soort veredelde manier van gokken die via een soort kiet of dubbel tot dit soort magistrale hoogtes is gegaan. Daar hadden wij niet het begin van een idee van. Ja, het stadhuis, uw mannen wisten iets wat bijvoorbeeld de Tweede Kamer niet wist. Was er op uw hart gedrukt om het niet met al te veel mensen te delen en dus geheim te houden? Ja, zeker. En dat is eigenlijk begonnen in december. Vanwege, zoals het Rijk dat altijd noemde, de giftige derivaat. Dus met die margin calls erin. Dat als het openbaar zou worden, dat de banken gelijk hun geld mogen opeisen. En dat je dan maximaal de kosten
moet dragen. Dat aspect is daar zeker een argument voor geweest. En we hebben daar ook later bestuurlijk met collega Karakous bij de minister gezeten eind januari. En zij was voornemens Eerste Kamer te informeren, wat op zich terecht is, omdat dat het bevoegd gezag is voor dit vraagstuk. Daar heb ik het al uitgebreid over gehad. En dat wij dan aansluitend of op diezelfde dag of dezelfde moment in onze eigen achterban, dus de raden, konden informeren. Nou, dat is iets anders gelopen, omdat het Financieel Dagblad, ik meen op 30 januari, met de berichtgeving naar buiten kwam. En op dat moment heb ik ook in Rotterdam hetzelfde gebeurd. Direct een brief geschreven. Want u hebt op 8 februari heeft u mondeling de raad geïnformeerd. En op 14 januari is schriftelijk. Stel dat de publicatie niet geweest was in FD, dan was het anders gelopen? Ja, dat had ik niet maandag, maar dinsdag die brief verstuurd. Okay. Want had hem in het college gehad. En het is bij ons gebruik dat je dit soort brieven met financiële consequenties, dat je als wethouder, dat je dat via het college en daar vaststelt. Ja. En dan verstuurt. We hadden hem voor die dinsdag op de agenda. En dan was hij dan verstuurd. Ik heb ook onmiddellijk over het aanbod gedaan om per direct de commissie te informeren. Dus op diezelfde dag bij elkaar te roepen. In overleg met de commissievoorzitter, ook vanwege dat aspect obligo, et cetera. Dus we waren nog niet aan de beurt, is toen door de commissievoorzitter en de commissie ook, het heeft daarmee ingestemd, ja. Van laten we zien elkaar 8 februari, dat is vroeg genoeg. Oké, okay. Maar nogmaals, voor de duidelijkheid, u hebt met de minister overlegd over de wijze waarop de Tweede Kamer en de Raad zouden geïnformeerd worden. En de afspraak was, eerst de Tweede Kamer, dan de gemeenteraad. Ja. Ja, nee, duidelijk. Ja, dat zou ik overigens nooit gezegd hebben in die volgorde als er echte bevoegdheid bij de gemeente lag. Dan had ik dat nooit ingestemd natuurlijk. Ja. Omdat het één, het dus om toch al grote bedragen ging. Twee, die margin call erop zat. Dus de minister, ze hechtte daar zeer aan en ik denk dat ik dat ook goed begrijp. Zegt van ja, maar dit is dus een bom op het moment dat dit in de openbaarheid komt op de verkeerde manier. Dan kan dit ongelooflijke financiële consequenties hebben. Dus het is niet onze gemeentelijke verantwoordelijkheid direct. Een enorm grote financiële consequentie, ja. Met eventueel nog strafrechtelijke gevolgen daaraan. Ja, als de minister dan dat verzoek doet, laat mij eerst en dan jullie, dan heb ik daar bewust mee ingestemd. Ja, want u begint er zelf over, het is niet onze onderzoeksopdracht, maar u hebt vanaf september tot februari de gemeenteraad niet geïnformeerd. Kunt u daar ook nog even kort bij stilstaan? Ja, dat zat een beetje in het verlengde van waar we, zoals we daar net over spraken. We hebben ook bij Stedion en ook bij andere corporaties in Nederland, maar ook in de Haaglandse regio, zijn wel momenten geweest dat er een herfinanciering plaatsvond op niveau van WSW geborgd. Dus een extra borging, niet zozeer vanwege woningen die gebouwd worden, maar vanwege in feite herfinanciering in de bedrijfsvoering. In ons beeld paste het in dat straatje. Dat was onze overtuiging, dat het iets dergelijks was. Op het moment dat er grote financiële risico's aan verbonden zitten, op het moment dat het niet de directe gemeentelijke verantwoordelijkheid is om daar iets mee te doen, op het moment dat de gemeentelijke financiën niet geraakt worden, dus ook wat dat betreft het budgetrecht van de Raad niet aan de orde is, en op het moment dat het wel op een of andere manier in openbaarheid komt, ja, zoals ik dat net aangaf, een bom tot ontploffing gekomen. Op het moment dat de minister dat voorstel doet, is, en dat wil ik hier toch ook delen, de gemeenteraad in Den Haag toch ook een aantal momenten is geweest dat vertrouwelijke informatie is gelekt, in de openbaarheid is gekomen. Die optelsom bij elkaar heeft mij tot deze afweging gebracht. En als u het mij vraagt, dan zou ik dat op dezelfde manier weer hebben gedaan, met dat niveau van kennis wat ik op dat moment had. Kort samengevat, u hebt een aantal argumenten genoemd, maar ook het bedrag van 3,7 miljard, omdat het garantiebedrag daaronder lag, zag u geen noodzaak om de gemeenteraad te informeren? Niet op dat moment. Ik wilde eerst beter weten hoe het zit. Ik had in januari gesprek met de minister. De borging die was voorgesteld was voor heel 2012 en kwam dan uit op 1,6 miljard, ruim onder de 3,7. Ja. Dan is er dat urgentieaspect van we moeten nu onmiddellijk de raad informeren, dat is er dan niet. Ja, op het moment dat dan al die andere aspecten die ik net schetste ook spelen, dan is de afweging geweest om dat niet op dat moment te doen, wel te willen doen, maar na het overleg met de minister en via het college. Duidelijk, meneer Noorder. Dan gaan we met u naar het
afkopen van het derivatenportefeuille van Vestia. Er lagen meerdere scenario's op tafel. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de derivatenportefeuille af te kopen. Dat is gebeurd in onderhandelingen met de banken. We willen van u weten of het geleidelijk afbouwen van het derivatenportefeuille in uw ogen niet een betere optie was geweest dan in één keer afkopen. Ja, er waren verschillende opties waarvan ik denk dat er inderdaad op zich betere waren. Minister, mevrouw Spies zat er op zich bovenop op het hele verhaal. Op te zorgen dat het tot een oplossing leidde. Dat heb ik zeer gewaardeerd in haar aanpak. Waar ik buitengewoon veel vraagtekens bij heb gehad en nog steeds, is het afkopen op deze manier. Dat had op andere manieren ook gekund. Bijvoorbeeld door het ministerie van Financiën er veel nadrukkelijker bij te betrekken. Want op niveau van het kabinet is toen afgesproken, ik heb het ook wel een paar keer aan haar gevraagd, van waarom wordt het niet een kabinetsvraagstuk en waarom blijft het een ministerieel vraagstuk? Met een dergelijke opgave, 2 miljard problematiek, op een gegeven moment. Mag je op een gegeven moment ook verwachten dat collega's instappen. In het kabinet van toen, was die ruimte er niet of die is niet geboden. In ieder geval is het duidelijk voor gekozen. Nee, los het binnen de sector op en veel succes. Hoe hard ze daarvoor heeft gestreden in het kabinet, dat weet ik niet. Maar ik zou het heel logisch hebben gevonden. Ook wetend dat ze in de treasury van financiën uiteraard ook vele verschillende producten zitten. Dat daar ook misschien wel uitruil had plaats kunnen vinden. Dat er een soort afvloeiing had plaats kunnen vinden. Dat kortom het een veel zachtere landing had gekregen. Met minder het betalen van het totaal 2 miljard bedrag. Zodat uiteindelijk, want de sector hoest het op, hè, Vestia en andere corporaties samen. Dat het niet zo ten koste was gegaan van die vele sociale woningen die nu door die 2 miljard schuld niet kunnen worden gebouwd. Ja. Misschien had je lager kunnen eindigen. Ja, u kiest hier voor een ander scenario. Heeft u dat ook met de minister besproken? Zeker. Ja. Is er voldoende naar u geluisterd, naar uw mening? Nee, helemaal niet. Nee, het is echt een duidelijke keuze geweest van het kabinet. Van mevrouw Spies, minister Spies, of het kabinet samen, de heer De Jager, op financiën, of het hele kabinet. Ik weet dat niet. Ik was daar uiteraard niet bij het kabinetsberaad hierover. Maar het is duidelijk besloten, los het op in je eigen kolom, met je eigen middelen en dus in de corporatiesector. Ze moeten zelf maar bloeden. Dat was ook wel een beetje het politieke gevoel toen. Ik vond het doodzonde. Niet alleen hoor. Er zijn veel meer die daar op hebben gewezen. Onder andere mijn collega Karakous uit Rotterdam. Doe dit anders, dan is het minder begroot. Kunt u voor ons wat concreter ingaan op uw eigen alternatief? Namelijk, wie had dan de rekening betaald? Hoe is dat? Nou, nu is het toch ook deels afkopen geweest van een vervelende situatie. Op het moment, want op rijksniveau heb je niet 2 miljard, maar heb je ongeveer 200 miljard begrotingsruimte per jaar. Op het moment dat je een aantal van die producten had kunnen laten weglopen in de rijksbegroting en eventuele negatieve consequenties had vertaald richting de corporatie. Dus dat je de rekening wel daar had gelegd, maar zoveel mogelijk had gezorgd, want de Rijksoverheid, de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën zijn echt geen kleine jongens. Dus die hebben absoluut posities richting die banken, die ze ook hadden kunnen gebruiken in een goed onderhandelingsresultaat. Dat is nu heel erg gegaan via de lijn van het vakministerie van Wonen en dat is niet het vakministerie van Financiën. Daar zit dus niet de kennis, de know-how, het netwerk, de power, ja, om die bank op de maar goede manier te zetten. Maar u bent ook bewust van het feit dat er ook complexe derivaten in de derivatenportefeuille van Vestia zaten. Zeker. Dus die het ministerie niet heeft. Eens. Dus dat er een tekort op zou zitten is helder. Maar het tekort van 2 miljard was te vermijden geweest. Dat is mijn opvatting van buitenuit. En als u zegt, ja, wie ben je nou helemaal? Nou, ik was wethouder van Den Haag en niet meer en niet minder dan dat. Dus het is ook niet zo dat dit expert judgment is van iemand die heel groot is geworden in een of andere bank. Dat is niet zo, maar dit is wel het beeld wat ik heb. Want het was natuurlijk relatief makkelijk onderhandelen voor de partners. Die zeiden, ja, je wil dit afkopen. Nou, dit is de prijs. Echt onder druk zetten van die banksector is in mijn beleving, was dat veel beter gebeurd wanneer financiën de onderhandeling
had gedaan en ook een aantal producten voor zijn kap had genomen, omdat ze dat makkelijk kunnen laten weglopen in een totaal van... Want heeft hij ook eigenlijk bij de minister aangedrongen op een andere verdeling van de kosten, als het gaat om bijvoorbeeld aandeel Vestia of de corporatiesector of het aandeel van de banken? Ja, wat we hebben gewild is dat we ook compensatie kregen als gemeente Den Haag voor deze werkwijze die ervoor zorgde dat de grote corporatie Vestia voor 10 jaar eigenlijk met beide handen op de rug gebonden was. Een saneringscorporatie. Waarbij niet alleen dat, maar ook vele woningen moesten worden verkocht om het bedrag op te hoesten van uiteindelijk 1,2, 1,3 miljard. Die corporatie, van die Vestia van dat deel, van 2 miljard voor zijn kap moest nemen. Daar hadden wij ongelooflijk veel moeite mee, nog steeds. Dat heeft absoluut negatieve consequenties gehad voor Den Haag. Maar nogmaals mijn vraag, hè. Heeft u de minister ook verzocht of bij haar aangedrongen dat zij toch de rekening anders moest verdelen? Bijvoorbeeld het gedeelte wat voor de corporatiesector was bedoeld en het gedeelte voor Vestia. Zeker. Het liefst had ik gehad, heb ik ook wel gezegd. Van, ja, natuurlijk moet Vestia een stukje betalen, maar laat het gewoon als algemene heffing over alle corporaties in Nederland. Dat is vanuit Haagse perspectieven natuurlijk ook wel een logisch voorstel. En wat was de reactie van mevrouw Spies? Ja, daar nam ze kennis van. En dat is niet echt heel erg ver uitgediept, nee. Ja. Ik kijk naar de voorzitter, voordat ik met u doorga naar de gevolgen voor de stedelijke ontwikkeling in Den Haag. Dank, collega Bashir. Even kort, meneer Noorder. U zei net iets over het informeren van de gemeenteraad en dat daar wel eerder sprake was geweest van lekken. Dat hing daar dan als een soort zwaard van Damocles boven, zo vat ik het maar op. Eén vraag daarover. In hoeverre heeft in het overleg tussen u en de minister over wie wanneer eerst geïnformeerd moet worden, al of niet vertrouwelijk, heeft daarin nog een rol gespeeld dat er sprake was van dubbelmandaten? Dat een lid van de gemeenteraad of leden ook lid waren van de Tweede Kamer, de Staten-Generaal? Bij ons niet. We hebben in de gemeente Den Haag, we zijn wat dat betreft natuurlijk een beetje een bijzondere gemeente, omdat hier ook heel veel mensen wonen die bijvoorbeeld in het Tweede Kamergebouw werkzaam zijn als medewerker of wat dan ook, bij fracties of algemeen, op ministeries. Dan zouden wij nooit iets kunnen communiceren. Dus bij ons heeft dat niet gespeeld, dat daar dubbel mandaat in de raad is op die manier. Veel belangrijker was het punt wat ik daar net over zei, namelijk kans op lekken, et cetera. Maar niet zozeer dat er een verbinding zou zijn richting Tweede Kamer. Wij gaan toch wel uit wat dat betreft van de professionaliteit van mensen en het scheiden der petten. Het is in ieder geval niet ter sprake geweest in het overleg tussen u en die minister. Nee. En dat is het, laat ik zo zeggen, dat is het in de afweging die het college heeft in het informeren van de raad in Den Haag. In die 9,5 jaar dat ik daar onderdeel van ben geweest, nooit een afweging geweest. Nog één vraag. Die eerste meldingen, ergens september 2011 zitten we dan, over Vestia waar het afschuwelijk misgaat. Het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw kwam een melding richting de gemeente Den Haag. De ambtelijke lijn, zegt u net. Kunt u ons wel vertellen wat er toen is afgesproken, dan wel is gezegd over geheimhouding, toen al, over dit hele verhaal? In september weet ik het niet zo goed. Dat weet ik niet of daar nou heel erg is aangedrongen op geheimhouding. Dat is toen ook niet een afweging geweest. We hebben eerder een corporatie gehad waar een fluctuatie is geweest, waar in feite de informatie richting de achtervang is geweest vanuit het WSW. Ja, dat hebben we toen ook gezien als zeg maar een rimpeling in die vijver, die ook weer opgelost wordt door goede begeleiding op nationaal niveau. Klaar, dat hebben we ook niet gecommuniceerd richting raad, dus geen aanleiding voor. Maar je kunt zich niet meer herinneren of die ambtenaren die in het begin werden geïnformeerd bij de gemeente Den Haag, of die al iets meekregen van jongens, dit kan niet buiten een kring, et cetera. Nee, dat weet ik zo niet, maar laat ik zo zeggen, dit zijn wel onderwerpen waar je vanzelf vertrouwelijk mee omgaat. Collega Bashir. Meneer Noorder, Vestia was een belangrijke partner van gemeente Den Haag. Als het ging om het realiseren van haar doelen op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Kunt u aangeven welke investeringen Vestia heeft laten vervallen in verband met de problemen waar ze nu in zitten? Ja, we hadden afspraken voor ongeveer 400 woningen per jaar die Vestia zou realiseren. Dat was niet alleen dat. We hebben ze in het begin ook al aan de orde gehad, maar ook bijvoorbeeld een...
ja, een sportcampus, hè, sportschool gecombineerd, Haagse Hogeschool met sportfaciliteiten. Ontwikkeling, grote ontwikkeling van studenteneenheden vlakbij Holland Spoor. En zo waren in totaal 34 projecten over 24 locaties verdeeld. Waarbij ja, een heel groot deel, in feite per direct, de stekker uit werd getrokken door de situatie Vestia. Dus toen het judgment gemaakt van Vestia, van wat in de pijplijn zit en waar contracten achter liggen. Nou ja, dat moet door. En ja. Daar hebben we nog zoveel mogelijk geprobeerd in te praten. En dat is ook wel redelijk gelukt. Van dingen die bijna in de pijplijn zaten. Hè, dus zoveel mogelijk op die manier. Maar in totaal 34 projecten over 24 locaties. Die, wat uiteindelijk gewoon 24 hele grote problemen, ja, zijn geweest voor ons. Wat is eigenlijk de omvang van die projecten? Uitgedrukt in euro's. Nou ja, exact hoeven we niet te weten, maar misschien zullen we een schatting. Sportcampus zit al rond de 80 miljoen, dat is dan één project. En dat is niet allemaal Vestia geld, zeker niet. Er zaten ongeveer 25, 30 miljoen in. Het Sigma gebouw is denk ik ook zo rond 30, 40 miljoen. Dus er zaten ook absoluut kleinere projecten bij, van een paar ton, een paar miljoen. Maar alles bij elkaar. Nou ja, je gaat echt wel ver over de 100 miljoen. Ik denk richting 200 miljoen investerings naar voornemens die ineens van de een dag op de andere stopten. En wat betekent dit dan voor de gemeente Den Haag als het gaat om stedelijke ontwikkeling? Nou, het betekent heel erg veel. Ik zal u daar proberen een voorbeeld van te geven. Even 1 seconde. Den Haag Zuidwest, dat is een naoorlogsgebied. Daar wonen ongeveer 80.000 inwoners. Den Haag Zuidwest, dus veel flats en dergelijke, is een wijk die op zich kwetsbaar is en in de herstructurering zit. Ook een van de krachtwijken geweest, hè, dus een van de 40 wijken in Nederland die echt aandacht behoeven. Dus kortom, pas op, want anders gaat het daar mis. 80.000 inwoners, het is geen kleinigheid. In Den Haag Zuidwest was Vestia en nog steeds de grootste woningeigenaar. En Vestia was daar bezig in overleg met de gemeente Den Haag en andere corporaties met de herstructurering. Dat betekent sloop van de slechtste woningen, terugbouw van goede woningen in een verhouding koop en huur, zodat je nieuwe kwaliteit in die wijk toevoegt. Dat liep uitstekend. Vanaf ongeveer het jaar 2004 tot met het jaar 2010 is dat goed gelopen. We hebben heel veel bereikt en ineens ploep valt het stil. Dat betekent dat mensen die een koopwoning hebben gekocht tegen een braakliggend terrein aan kijken van iets wat is afgebroken. Maar ook dichtgespijkerde ramen van woningen die zouden worden gesloopt en wat niet verder komt. Dus kortom, een wijk die langzaamaan bezig is. Hè, een wijk is even voor de kijkers, dus wel echt even dat stukje groter dan Assen, Maastricht, Delft, een beetje dat type grootte. Daar gaat het over. Echt, er zijn steden die heel wat kleiner zijn in Nederland. Maar zo'n wijk laat je in de prut zitten vanwege een bijna faillissement, in plaats van dat je de vernieuwing die er is ingezet, die door iedereen wordt omarmd, doorzet, zodat het een gewone, leuke, Hollandse, Haagse wijk wordt. Dat hebben wij in feite benoemd als een onacceptabele situatie voor Den Haag. Om te illustreren hoe breed dat leeft in het college. Mijn voormalige collega Smit van de VVD zei bij zijn afscheid 2 weken geleden dat dit het grootste vraagstuk is wat wij als college hebben moeten het hoofd bieden de afgelopen jaren. En dat illustreert hoe gezamenlijk dat gevoeld werd van potverdikkie, dit gaat ons niet gebeuren. Dit gaat ons niet gebeuren dat doordat die club, door het idiote management in de financiële zin aan de rand van de afgrond staat, Den Haag stilstaat en in de prut gaat. Dat gaat niet gebeuren. En hoe heeft u dat dan uiteindelijk opgelost? Nou, het was voor ons ook een beetje zoeken. Eerst zijn we met andere corporaties, hebben een propositie gedaan richting minister. Dat was in het jaar 2012, hè, dus vlak voor die bankendeal van 2 miljard. Op 31 mei hebben we een voorstel gedaan aan de minister waarin we hebben gezegd, laat ons als Vestia omdreigt te vallen in wat voor vorm dan ook, met de Haagse corporaties en de gemeente Den Haag dan zorgen dat het in onze stad in ieder geval verder kan. Daar willen wij garant voor staan in een bepaalde vorm. Dat heeft tot een onderhandeling geleid. En uiteindelijk hebben we een oplossing gevonden.
Met elkaar in september een goed overleg met het nieuwe bewind van Vestia. Jacques Thiel en Erik Gerrits, die uitstekend werk hebben verricht in het puinruimen. Maar met die club hebben we een deal kunnen maken over een WOM, een wijkontwikkelingsmaatschappij. Waarbij simpel gezegd Vestia de woningen levert. Wij vanuit gemeente zeggen, wij doen hier geld in. En met die woningen en dat geld gaan we door met de sloopnieuwbouw die nodig is voor die wijk. Ja. Dus we gaan verder. Het tempo ligt lager, maar we gaan verder. We laten niet gebeuren wat ik net zei. Ja. De wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest BV, daar had je het over. Ja. Ja. Welke bedrag is door de gemeente Den Haag daarvoor vrijgemaakt? Maximaal 80 miljoen euro in de komende 10 jaar. Ja. We gaan ervan uit dat we dat weer terugverdienen. Maar je loopt een risico dat misschien voor een deel niet zo is. En dat hebben we met open ogen en bewust genomen, dat besluit. Omdat we het gewoon onacceptabel vinden dat het stil gaat staan. Daar. Want worden hiermee dan ook de risico's van Vestia overgenomen? Voor die herstructurering wel, ja. Ja. Dus die herstructurering zou niet plaatsvinden zonder de interventie van de gemeente. Ja. Ja, en het is een democratisch genomen besluit met over een grote meerderheid, hoor. Ja. Ook in de oppositie. Dat werd gezegd door heel veel partijen. Ja, het is maar plat gezegd, het is een klote besluit, maar we moeten het doen om te zorgen dat die stad niet stilstaat. Deze 80 miljoen, dit is het enige? Of zijn er nog meer... Nee, ook meer manieren geld gestoken. Ja, ook andere vormen van kosten. Bijvoorbeeld dat hele sportcampus. Daar hebben wij nu meer geld in gedaan. Ruim 10 miljoen. Meer geld in gedaan dan eerder. Het is een Sigma-locatie. De studentenwoning die ik noemde. Daar is geld bij gegaan om te zorgen dat de locatie nu wel tot ontwikkeling komt. Dus in het oplossen van de ellende die deze manier van treasury van Vestia heeft achtergelaten in de stad. Dat heeft ons vele, vele tientallen miljoenen euro's uiteindelijk gekost. Ja. Dan is Vestia ook bezig met verkopen van sociale huurwoningen om de balans te versterken. Maakte u zich daar zorgen over? Ja, dat is ook een van de punten waar we afspraken over hebben gemaakt. We hebben in Den Haag niet zo heel veel sociale woningbouw. Er zijn steden zoals bijvoorbeeld Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, waar het percentage sociale woningbouw veel groter is ten opzichte van de totale woningen. Ja. Dus wij waren hier bang dat met die grootschalige verkoop we voorbij de kernvoorraad zouden komen. Dus gewoon te weinig woningen zouden overhouden. Dus we hebben tegen Vestia gezegd, we willen best ook meewerken aan verkoop van woningen door jullie. Maar niet ongebreideld. En alleen ook eens afspraken over woningen waarvan wij zeggen, ja, dat doet de stad eigenlijk niet echt pijn. Dat is gelukt. Dus we hebben een pakket kunnen maken met projecten die door ons zijn overgenomen en verder met marktpartijen en anderen tot verder ontwikkeling zijn gekomen. Met die WOM Zuidwest, die wijkontwikkelingsmaatschappij, om die herstructurering overeind te houden. En met een verkooppakket waar we het met elkaar over eens zijn geworden, die niet te schadelijk is voor de stad. En hoeveel woningen zijn dat dan die verkocht kunnen worden? Ongeveer 1500. 1500. En zijn er minder dan eerst... Ja, als naar rato zou zijn, zou het ongeveer 3000 zijn. En dat zou ook anders verdeeld zijn over de stad. Zijn er eigenlijk ook investeringen die andere partijen van Vestia hebben overgenomen? Ja, daar zijn we zelf... Nou, laat ik zo zeggen, dit is een van de onderwerpen waar ik de afgelopen 2 jaar het meest mee bezig ben geweest. Om die nalatenschap van Vestia goed onder te brengen. En dat doe je niet met één partij. Maar bijvoorbeeld Duo, dat is een studentenhuisvester, heeft een plukje studentenwoningen overgenomen. Ik dacht 800-900 woningen in Den Haag. Dat was daarmee weer goed geregeld. Stadion heeft een failliet stuk overgenomen in in Ieperburg. En Ieperburg, dat is een van de Phoenixwijken in Den Haag. Waarbij Stadion in feite ook een deel van Vestia heeft overgenomen. En verder hebben wij een aantal gronden teruggenomen die ik op andere manieren met private partijen of met corporaties tot herontwikkeling heb gebracht. Waar Vestia achter het heeft achtergelaten op de manier die ik net schetste. Ja. Dus we zijn heel actief bezig geweest met die 24 plekken, 24 oplossingen te creëren. En samengevat is dat gelukt voor 22, voor 2 niet. En die zijn we integraal gestopt. De rest is ons gelukt om allemaal min of meer op een goede manier onder te brengen en door te laten gaan. En als u het bijvoorbeeld zou moeten kwantificeren van hoeveel de schade van het Vestia debakel nou Den Haag heeft gekost in de economische zin. Hoeveel zou dat dan ongeveer zijn? Want we hebben het natuurlijk over de schade gehad voor de andere corporaties, voor Vestia zelf, voor banken. Maar wat het betekent voor economische gevolgen voor een stad als Den Haag, kunt u dat
kwantificeren? Nou, ik vind het heel moeilijk om het te kwantificeren. Maar in ieder geval het wegvallen van 100 tot 200 miljoen investeringen is gecompenseerd geweest. Waarbij een heel groot deel van het bedrag ook op de gemeentelijke begroting heeft getrokken. Wat anders bij Vestia zou zijn gebleven en door hen onrendabel zou zijn gefinancierd. Dus als u me toch vraagt een bedrag te noemen, in ieder geval dat bedrag, 100 tot 200 miljoen. Dank u wel, meneer Noorder. Dank meneer Bashir. We gaan nog even naar collega mevrouw Hashi. Meneer Noorder, de corporatiesector heeft de afgelopen jaren te maken gehad met heffingen, zoals de verhuurdersheffing en het wegvallen van het investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing. En ook de gemeente heeft zelf moeten bezuinigen. Welke gevolgen heeft dit gehad op het realiseren van de volkshuisvestingsdoelen van de gemeente? Ja, dat is een vraag die u stelt die ik wel heel moeilijk vind om te kwantificeren. Want die verhuurdersheffing, die wordt, als ik het zo zeg, dan klinkt het heel gek. Maar als het goed is, wordt die doorvertaald naar degene die de huur moet betalen. Maar dat betekent huurverhoging voor mensen die extra huurverhogingen, daar komt het op neer, die verhuurdersheffing, extra huurverhogingen bovenop de inflatiecorrectie. Betekent gewoon dat mensen met een klein inkomen de komende jaren meer en meer en meer gaan betalen voor hun huis. Het huis wordt niet beter, maar ze moeten wel meer voor betalen. Dat is een consequentie van het huidige kabinetsbeleid. Dat heeft dus echt wel vergaande consequenties. Als het gaat om de volkshuisvestelijke doelen van de gemeente, welke impact heeft het daarop? Een aantal. Eén daarvan is, en daar maak ik me ook wel grote zorgen over, moet ik zeggen, als wethouder, maar ook als privépersoon zeker nog wel, is de beschikbaarheid van voldoende goedkope woningen. Op het moment dat je de huren helemaal bij mutatie mag optrekken naar in feite marktconform niveau op puntenstelselbasis, hè, dus de maximaal inbare huur. En dat zullen corporaties snel doen, omdat ze nou eenmaal die verhuurdersheffing ook op moeten hoesten. Dus zij moeten dingen betalen. Ja, dat moet je ook op een of andere manier binnenkrijgen. Dat leidt dus ook tot huurverhoging. En dat betekent dus dat de bereikbaarheid van goedkopere woningen matig tot slecht wordt. Dat betekent dat mensen met de allerlaagste inkomens het moeilijkst kunnen worden gehuisvest. Ik zal er één voorbeeld van geven. We hebben drie Phoenix-locaties. Eén daarvan is Wateringse Veld. Ja, heel kort. Wateringse Veld. Daar staan heel veel woningen die nu nog bereikbaar zijn. Voor de lage middeninkomens, straks niet meer. En dat vind ik heel zorgelijk, dat in feite de hele wijk gewoon geen betaalbare woningen meer zijn voor mensen met echt lage inkomens. U heeft al eerder het nodige gezegd als het gaat om de wenselijkheid van een betere positionering van de gemeente in de corporatie, in het corporatiestelsel. U verwees daarnaar naar de woonvisie, maar nu blijkt in de praktijk dat die woonvisie behoorlijk afwezig is. Dus kunnen alle gemeenten dat aan om überhaupt tot een woonvisie te komen? Ja, dat kunnen ze aan. En ik vind dus dat de wetgever het gewoon moet verplichten. Er moet een woonvisie maar zijn. Maar kunnen ze ook die verantwoordelijkheid dus aan? Ja, en als ze dat niet lokaal kunnen, en dat geldt voor wel meer zaken, dan kunnen ze het ook regionaal organiseren. Ik zal daar een voorbeeld van geven. Drechtsteden, het is Dordrecht en omgeving. Dat is zo'n gebied waar ongelooflijk veel van dit soort dingen eigenlijk haast automatisch boven lokaal worden opgepakt. Zodat ook Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht mee kunnen in een afsprakensetje. Ligt daar ook een rol voor het VNG daarin om dit soort initiatieven dan ook te steunen? Nou ja, of in ieder geval ervoor te zorgen dat alle gemeenten ook echt die verantwoordelijkheid invulling kunnen geven in zo'n woonvisie? Dat kan. En daar kan minister, Tweede Kamer, ook VNG gemeentes op aanspreken. Van ja, we verplichten u daartoe. En komt u nou binnen een half jaar met een, proeven van bekwaamheid, dat u het ook overal echt gaat doen. En dat kan in Friesland op een andere manier georganiseerd zijn dan in Limburg. Dat is niet erg. En niet elke individuele gemeente, met name die kleinere, hoeft dat op die manier te doen. Maar dan moet je het gewoon opschalen, boven lokale afspraken maken. Zoals nu overigens ook met veiligheidsregio's, et cetera, ook gebeurt. Dus dat het sociale domein zijn ook een paar van dat soort bovenlokale zaken die lokale verantwoordelijkheid op bovenlokaal niveau geregeld zijn. Dus dat kan heel goed. Tijdens de verhoren is ook een paar keer naar voren gekomen dat corporaties als pinautomaat worden gebruikt. En als ik u vraag, hoe voorkomen we nu dat gemeenten corporaties als een pinautomaat gebruiken? Dat voorkomen door die transparantie van het investeringsmogelijkheid die een corporatie heeft.
Dat is nu niet het geval. Die transparantie is er niet. Die zou op nationaal niveau geaccumuleerd kunnen en moeten worden. Daar kan het WSW een hele grote rol in spelen. Die weet precies wat de financiële situatie is, als het goed is. Zeg maar het voormalig Centraal Fonds, hè, vanuit die toezichtsrol, zou daar een rol in kunnen spelen, wat nou bij INM zit. Maar in ieder geval, op nationaal niveau kun je weten wat er aan investeringscapaciteit is. Dat moet gecommuniceerd worden met de betreffende gemeentes, zodat ze kunnen vragen, maar niet overvragen. En dat er ook terecht gezegd kan worden, jongens, we hebben dit jaar bijvoorbeeld 1 miljoen te investeren. Hoe gaan we dat dan op de beste manier doen? In plaats dat een gemeente zegt, nee, u heeft wel 2 miljoen en het gewoon feitelijk niet zo is. Of dat gezegd wordt door de corporatie, we hebben maar een ton, terwijl er gewoon nog veel meer ruimte in zit. Dus transparantie aan de bovenkant. Dus op nationaal niveau transparantie over de positie van de corporaties richting de betreffende gemeentes. Dit is overigens niet een bedenksel van mezelf, maar dit zit ook wel heel erg in de wetgeving die op dit moment wordt voorbereid en in de werkwijze van VNG om het op deze kant op te krijgen met elkaar. Dus het aanzetten zijn er wel toe. Als ik ook uw vorige antwoorden daarnaast leg, dan zegt u eigenlijk de gemeenten zouden meer te zeggen moeten krijgen als het gaat om hun positie binnen het stelsel van corporaties. Maar de vraag is dan wel of gemeenten ook bereid zijn om meer financieel risico te dragen. Ik vraag deze vraag omdat als we bijvoorbeeld kijken naar het stoomschip de Rotterdam, dan zie je dat de gemeente het toejuicht omdat ze dus zelf ook geen risico lopen. Wat is uw reactie daarop? Niet zozeer op het stoomschip, maar op het punt dat of de gemeente ook bereid is om ook meer risico te gaan dragen als zij dus ook meer te zeggen gaan krijgen. Ik weet niet of dat het een met het ander direct verband houdt. Het stelsel van borging, zoals dat er is, daar heb ik op zich, heb ik al van gezegd, op zich het stelsel prima. Alleen, er zitten een aantal zaken die niet goed geregeld zijn. Informatie, besluitvorming, kennis, achtergrond, overzichten en dat soort zaken. Ik kwam van aangeven, het rapport Vermeulen geeft heel goed aan op welke plek je wat zou moeten doen. En dat er op nationaal niveau ook echt aan gewerkt wordt, VNG, ministerie, om die afspraken, WSW, om die afspraken verder te brengen. De mate van borgstelling, risico in borgstelling, is denk ik op zich prima geregeld. Dat kan anders, maar ik zie geen niet zoveel aanleiding om meer of minder. Als u zegt van, maar je zou als gemeente ook iets moeten doen, maar dan vanuit de beleidsmatige kant, daar ben ik het zeer met u eens. Dus op het moment dat je van een corporatie vraagt van ja, ga jij nou eens investeren in een complex? Dan is het logisch dat de corporatie zegt van ja, maar ga jij dan ook investeren in die openbare ruimte? Want die weg is ook helemaal verzakt. Riolering loopt vast. En als het regent, staat de straat blank. Dus in die zin moet je daar echt afspraken over maken, dat je ook een gebied samen aanpakt. En daar is een gemeente dan weer van en terecht. En daarmee dus ook als gemeente meer risico dragen bij specifieke exact, projecten. Daar draag je dan risico in investeringen die ook des gemeentes zijn. Want met die corporatie die een wat nauwere taakopvatting krijgt, dan heeft dus de gemeente ook een wat bredere taakopvatting over wat er moet gebeuren. Ja, en dat moet wel gebeuren. Dan moet je wel dat geld genereren en zorgen dat je die investeringen kunt gaan doen. En als we het hebben over de corporatie, het corporatiestelsel, welke andere aanpassingen zou u willen zien? Die u nog niet genoemd heeft? Ja, ik denk dat ik de belangrijkste genoemd heb. Heeft daar niets aan toe te voegen? Ja, de inperking van van de vraagstelling, maar niet te ver. Waar ik wel bang voor ben, is dat het doorslaat in corporaties mogen niks meer en hebben geen enkele ruimte. Want dat heb ik ook in het begin al een paar keer gezegd. Het is wel de motor geweest van gewoon hele goede sociale woningen in Nederland. En maak die motor niet kapot. Dus perk de ruimte in, maar zorg dat er wel ruimte over blijft. Want anders dan leidt dat tot stilstand. En daar is echt niemand bij gebaat. Dat is in elk geval. Het tweede is, ik vind de discussie, ook ten tijde van Vestia vanuit het ministerie, maar ook nu, te veel gaan over het geld en te weinig over de volkshuisvestelijke taak. Ik noemde er net één van het onbereikbaar worden van goedkope huurwoningen in Den Haag. Zo zijn er in andere gemeenten ook echt forse problemen van het niet bereikbaar zijn van woningen door de verhuurdersheffing. De discussie, en met alle respect, als ik het zo mag zeggen, misschien ook de discussie hier aan deze tafel, gaat wat veel over geld. Geen discussie in orde, het is een verhoor. Ja, goed dat u me zo corrigeert. Gaat wat veel over geld
en over stelsels en dat soort dingen. En wat weinig over de volkshuisvesting, waar het eigenlijk allemaal om begonnen was. Goede woningen, goede buurten, leefbaarheid voor mensen met lagere inkomens. En ik hoop dat dat aspect ook betrokken blijft. Dank mevrouw Hashi. Meneer Noorder, we komen aan het einde van het openbaar verhoor. Wij hebben als commissie goed naar het stelsel gekeken. We hebben daartoe ook werkbezoeken gebracht bij in totaal 6 zeer verschillende coöperaties. En die hebben alle 6 ook iets gezegd over hoe zij met de gemeenten samenwerken. Wat we ook zien is dat als het een kleine gemeente is met vaak maar 1 lokaal gebonden kleine coöperatie, dat je qua mankracht en zwaar kaliber mensen ook nog wel eens er tegenaan kunt lopen, dat je misschien niet heel snel in staat bent om vlot alle ins en outs van grote prestatieafspraken te kunnen overzien. Hoe ziet u dat zelf als je op dat niveau met elkaar moet schakelen? Zitten daar belemmeringen in? Ja, nee. Het soort afspraken wat je moet maken is dan natuurlijk ook veel overzichtelijker. Hè? Het gaat in een kleine gemeenschap dan bijvoorbeeld om 4 flats of iets dergelijks. En niet over een wijk van, zoals in bijvoorbeeld Den Haag, 80.000 inwoners. Dus het type afspraak wat je maakt is ook veel overzichtelijker. De schaalgrootte van de corporatie is vaak veel kleiner. De schaalgrootte van de gemeente is kleiner. Maar de schaalgrootte van de problematiek is gelukkig navenant ook kleiner. In aantal en financiële complexiteit. Dat neemt niet weg dat ik met u zie dat daar best kwetsbaarheid zit. Vandaar dat zeg maar à la zorgregio's en dergelijke. Wanneer gemeentes aanleiding zien om daar op een iets hoger schaalniveau gezamenlijk afspraken over te maken, dat denk ik een heel goed alternatief is om dat wel te doen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor corporaties. Want je hebt ook corporaties van het broekzakformaat waar die kennis en die deskundigheid ook niet zit. Als je nou kijkt naar, u zei daarnet iets over wat kunnen corporaties bijdragen en hoeveel geld hebben ze eigenlijk feitelijk beschikbaar. En uiteindelijk zou een wethouder dan het laatste woord hebben, hè, vanuit zo'n gemeente. Krijg je dan niet een nieuw afbreukrisico dat zo'n wethouder weer misschien ook eens een keer in de zone komt van de nieuwe zonnekoning? Dat denk ik niet, want ten eerste niet de wethouder, maar de raad heeft het laatste woord. En dat vind ik wel een belangrijk onderscheid, want die stellen de woonvisie vast en die toetsen hem ook. En in de tweede plaats, dat is een heel groot verschil tussen, nou ja, zeg maar, nationaal niveau, maar ook lokaal niveau functionerende dagelijkse bestuurders. Die worden dagelijks getoetst door de volksvertegenwoordiging op hun handelen. Op basis van alle vormen van berichtgeving die maar binnenkomt. Dus op het moment dat er in een gemeente als Den Haag berichtgeving binnenkomt over het niet goed maken van een afweging. Dat je bijvoorbeeld ergens iets laat verpauperen. Terwijl aan de andere kant investeringen worden gedaan die geldverslindend zouden zijn. En stel dat zo is. Ja, dan is de gemeenteraad die wordt onmiddellijk gealarmeerd door het betreffende bewoners. En die heeft ook iets van, ja jongens, wat is hier aan de hand? Dus dat hoef je maar een halve keer te proberen en je wordt op je vingers getikt. En terecht. Zo gaat het in ieder geval in Den Haag. Ik denk dat het in heel veel gemeenteraden zo gaat. Zo hoort het ook. Dat is democratie. Zo'n corrigerend mechanisme heb ik niet kunnen ontwaren in corporatieland. Goed, meneer Noorder. Dank. Ik sluit deze vergadering.